Ik ruik dat gewoon. Ja, jij ruikt dat. Jij kan goed ruiken, hè? Oh mijn god. Echt, dat kroontje moet gewoon van zijn harsers geflikkerd worden, Sloeri. Kom. Ja, rustig, rustig, rustig. Hoeveel punten heeft die knaap dan? Ja. Geen idee. Doe gewoon even rustig. Hou je. Niet zingen, want daar was ik ook echt daar heel slecht tegen. Hou je rustig, rustig, rustig. Ik kan het niet tegen. Hoi, Tammy, je moet zingen, dan hoor je het, hè? Nee, alleen van vrouwen kan ik het aanhoren, maar van mannen niet. Waarom niet? Krijg je, heb je daar een zwak voor? Ja. Lucas, als zing eens even, Lucas. Als je kans begint te praten, dan grijp ik je. Mijn zoon, ja? Ik denk dat ik niet praten en gamen tegelijk kan. Ik moet Sander inmaken. Ik moet Sander zijn puntjes afnemen. Wacht maar tot ik zo klein ben, jongen. Ik wil rammen van die baan af. Kom maar. Wee! Oh fuck. Oeh, ging er net langs. Zag je dat? Ging er net langs. Puntjes. Bijna klaar. Ja, echt? Nou, dan moet ik ook eens op. Oh. Ja, tuurlijk. Ging ik net weer langs. Auw. Auw. Wie deed dat? Ik niet. Niemand. Sander, ga eens aan de kant, joh. Kun je toch blind doen? Nope. Hallo, ik had een bananenschil. Die had ik gewoon achter me gedaan. Oh. Dus daar kan ik niet tegenaan. Nou, maar nu heb ik een bom achter me, dus ik moet geen rotschot voor je. Wauw, zegt hij. Dat vindt hij leuk. Dat vindt hij leuk hoor, dat vindt hij. Good auto. Dan krijg je er nu twee. Haha. En ik krijg ook als bedankje een muntje. Ga jij maar even lekker muntjes grijpen. Geen stijl in mijn gezicht. Cryptomunt, hè, die kun je inwisselen. Ik zie helemaal niks, dus ik rijd straks. Oké, top. Zo. Nou, waarom heb ik allemaal twee schildjes voor je flikker? Zo, ik zal eens even mijn gemeene pakje aantrekken. Ja, doe maar even. Ik ben goed. Die ging ook naar een flikkertje. Oh, die is een flikker. Tommy. Tweede! Woehoe! Oh nee, Tommy! Ja! Ik heb het bijna gooi ingehaald. Flikker schildjes op je. Nu is Sander het laatste van ons. Nou, ik sta hoger qua punten. Oh, gaan we nou eens zo beginnen? Ja. Flori, help. Ja, ik ben er al. Nou, dit wordt mijn baan. Ja, inderdaad. Die van mij. Ja, die van mij. Oh, Sander. Nee, die van Tommy. Nee, 3 potjes rijden, ik heb jullie ingehaald. Ja, inderdaad. Blijf jij wel even binnen. Ik heb mijn bouwse pakje al aangetrokken. Waar zijn die strakke Ik kan mijn lievelings inkleem pakje aan. Oh, ik zie je. Kom me halen. Ah, ik ben al eerste. Ik zag je. Aan de pakje. Je was al eerste. Ik ga ze allemaal even. Ja hoor, ik krijg gelijk het mooie schildje op me. En nog één! Hier aan de kant dan. Woehoe! Doei! Ja, doei. Wat is dit nou voor? Zo, hier! Daar is het kanten. Echt wereld. Oh, dankjewel hoor. Ik zie niks. Moet je ook wat doen? Nee, iemand heeft zwarte inkt neergezet, maar dan ga ik door het water heen. Oh. Doei! Het werkt niet op alle dagen, volgens mij. Ja, joh, dat krijg ik een blauw schildje. Een blauw schildje voor te klikken. Ja, ik. Ja, lekker. Dank je. Ja.
Hé, ik heb een blauw schildje. Nee. Ik vind dat ik goed rijd, maar ik sta er even in. Gooien! We zijn bijna bij de finish, gooien. Ja, nee, dat nee, die heeft hij niet. Auw! Hey! Tweede! Derde! Ik krijg hey, een bliksem in mijn gezicht, hè? Ik dacht dat je me in zou maken, Peter, maar... Ja, hallo, dit is mijn eerste rondje, ik ben gelijk tweede, ik weet niet. Gaat me scoren. En dan wordt Tommy man, tweede en dan nu opeens weer achtste. Dat vind ik echt niet hoe het werkt. Kom je ook naar die? Kelly is het. Dan met 1, 2. Tuurlijk, Marlijn, je mag 5. Straks meedoen hè. Dan moet je even naar de vliegende banaan moetje zoeken. Oh, ik mag kiezen. Even kijken, hier ga ik jullie mee dwars zitten. Die baan kan ik ook uit mijn hoofd. Ik heb bijna alle banen uit mijn hoofd, omdat heel veel banen van de Wii U zijn. Ik ken ook alle banen uit mijn hoofd. Ik ken ook alle banen uit mijn hoofd. Omdat ze van de Switch zijn. Nee, maar ik speel echt heel lang Mario Kart 8. Nou, ik hoop maar dat het de airport wordt, maar later had ik al een stukje gevliegen. Yes! Ik hoop dat mijn geluid goed is, dat ik een beetje alles verplaatst. En toen was Tommy weg. Waar is Tommy dan? I don't know. Weg. Oh, gewoon weg. Oh, die kost weer terug. Ja hoor. Denk ik wel. Ja. Ik hoorde niemand meer. Oh, ik wel. Oh. Dan moet je je ogen open doen. Ja, dank je Marlijn voor de bits. Oh shit, ik kijk naar jou Marlijn en ook gelijk naar mijn dingen. Ja, lijkt het wel lekker af Marlijn. Ja, mijn streamgeluid, ik weet niet of die goed is. Zo. Oh jee. Ja hoor, Tommy! Nee. Amelijn, bedankt voor je bitches. Ja, Marlijn heeft een donatie gedaan. Ja, dat zou ik ook doen, maar dat lukt niet voor je dat schelpje. Ja. Waarom vlieg ik altijd tegen dat vliegtuigwiel aan de laatste tijd? Geen idee. Oh ja, Ah, dat hoeft niet Marlijn, dat mag, maar het hoeft niet hè. Je mag vrij blijven het geven en gamen met mij. Wat een gezeur nou weer. Piranha plant. Die rijdt er één. Ik moet, oké, tot gaan. Hey, het slipje heb ik een kastje. Nou, dan ben ik maar aan. Zo. Oh, was dat een verrassing? Nou, ik vind het een leuke verrassing hoor. Wie is er aan? Nee, dit is niet leuk. Je haalt me gewoon in. Het gaat niet goed met die Tommy, jongens. Wel. Oh, tweede, net voor de finish. Ik zat op je mee. En dat vond ik zo lekker. Zevende. Ja, maar nee, het is zo lekker. Ik wil er gewoon een hap uitnemen. Nog maar 5 puntjes. Of nee, eigenlijk 10 San en haak je in. Maar ja, je wordt... Ja. Oh, een lekker spekkoekje van me, hoe is het vandaag? Waarom kiezen jullie die baan nou? Goed er met jou. Ik heb lekker gewerkt, slecht. Last van stress. Hey! Hi Fred! We gaan jullie kiezen allemaal de baan die ik... Ik zou je wel vertellen, ik heb helemaal niet gekozen. Ik was even andere dingen aan het doen.
Nee, dat zag ik, maar die baan die jij hebt, die vind ik leuk, ja. Nou, ja. Gaan we die lekker doen. Maar dat is echt een rotbaan. Jezus, ik heb wel 41 punten. Ik had 60. Ik heb er... Nou, en die kroon die gaat van je kop af. Nou. Okay. Die kroon gaat van jouw kop af, ik heb hem binnenkort. Ja, ik ruk hem van je kop af, jongen. Ram! Jij haalt er van Sander's hoofd af en Peter pakt hem uit jouw hand. Helemaal. Heb mijn ene kroon en dat ben ik. Tuurlijk. Bos heeft met z'n allen tegen mij aan. Ja. Hé, Merlijn rijdt ook mee. Gezellig. Alsjeblieft. Ja, vuile Sander, vuile noep, jongen. Oh, waarom spreek je? We rijden tegenover de gestelde richting. Ik hoor jou heel slecht, Tammy. Hij doet dat Mario Kart 4 spelen. Oh? Ja. Ik weet niet wie de eerste rijdt. Ik zie een blauw schildje voorbij komen, van mijn lijn denk ik. Zeg. Ik kom precies in de modder terecht, hoe flik ik dat toch weer? Nee, dat had ik niet moeten doen, dit drempel! Nou, ik ook niet, man. Heel niet slim. En ik zie heel vaak bananen aan vermenten. Dan wil je even naar de pult toe. Ga ik weer over de schildje heen. Flapdrol, Fredje. Nee. Tweede. Ik wou het niet zeggen, Fred Flapdrol. Maar ik doe het nou toch wel. Wel moeilijk voor de smart steering. Doe jij dat ook of niet? Nee. Ben ik wel eerste, hè, na twee potjes? Ja, is al iedere keer 9 of 10 punten. Jij kan alleen met smart steering. Momo! Ja! Good baby farm. Baby, pakkie. Doe dat maar niet. Baby bar! Baby bar! Het gaat niet goed met jou, hoor. Stop dan met het niet goed met haar. Ja, dat interesseert mij niks. Ik krijg vanzelf wel reacties, hoor. Echt? Ah, je hebt niet zoveel volgers. Belgisch mannetje, komen jullie straks wel irriteren in Discord. Nou, kom maar, gezellig, joh. Doe gezellig mee. Gewoon gezellig meepraten, zou ik zeggen. Ik irriteer me dood aan Tammy. Babypaard. Doe maar. Rode pro-controller. Oh, die wil ik. Ik heb nou iets nieuws gezien. Dat wil ik eigenlijk gaan maken. Wat? Die... Ik ben het niet meer. Nee, even... Oh, is... Die Lucas, jongens, die gaat er vandoor. Tuurlijk ga ik er vandoor. Ik kom je halen! Ja, kom maar. Zijn moeder ook, die moet ook nog langskomen. Waar de muis moet je zijn. Binnen 10 maanden. Wij schagen. Ah, net voor de finish. Ik zie geen flikken met die rode schild. Moet je even kijken. Ik kan niet uit. Net voor de finish krijg ik een blauw schildje op mijn kop. Wat is het nou? Ik ben overreden voor de finish. Tweede. Ah, wat jammer. Ik kan deze map goed spelen, maar ja, als je de hele tijd wordt geraakt door schildjes en mensen die aanrijden met bananen, ja,
Bananen, bananen van Hoogvliet. Maar ik heb geen bananen vandaag. Ik heb paradijs. Hele mooie. Witte en rode. Maar ja, ik heb geen bananen van Hoogvliet. Ik heb het door. Ik heb het door, de bananen van Hoogvliet. Ja, hebt ze wel. Ik ga nou reclame maken, is dit hoe het werkt? Ja, de, je snapt het toch? Ik hoor wat afgaan in mijn scherm en ik zie niks. Oh, wacht! Dankjewel Marlijn! Voor de 5 bits! Lul! Oh. Oh! Hij heeft mij gekozen. Yippie! Oh, Peter komt eraan. Die kroon gaat van je harses, jongen. Echt. Hoeveel punten moet ik nog? 22. En mijn Facebookpagina gaat ook hard, hè? Ik zag het. Ik weet niet meer hoeveel, volgens mij iets van 44 mensen of zo. Oh, deze kan ik niet. We slaan we deze even over. Wat is dit? Lucas ook niet. Lucas houdt van betonnen muurtjes. Ja. Ik zie Sander voor me rijden. Doei! Sander. Langs de planten. Deze map is niet helemaal 100 met 200 cc. Nee, deze kan ik ook niet hoor met 200 cc. Ik wel. Kom op, kom op, kom op. Marlijn wel. En dan weer bijna tegen hetzelfde betonnen muurtje. Wow, nee, ik ben in een raket en er zit een raket achter mij aan. Maar dan moet je oppassen. Er zit Wubble Ockels in. Ja, maar... Nee, maar ik heb ook nog een sterretje erbij. Dat heb ik ook. Ja, een sterretje erbij. Ik heb ook een sterretje erbij. Ik weet het niet. Oh, fuck. Rijd nou de sterretje aan. Wow. Daar ging mijn streak. Dat was koppenaam. Kijk, nog een raket gekregen. Ja, kom daar. Ja hoor, dat is een kwam maar aan voor dat leukje. Oeh, eerste! Yay! Oh, gefeliciteerd. Wil je een lolly hebben? Nee, bedankt. Sorry. 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 Kom maar even, breng maar die lolly. Maar weet wat echt een hele goede combinatie is? Als je een, hoe heet het? Heb ik het kroontje al, jongens? Nee. En een sterretje. Nou ja, ik ga voor die kiezen. Rainbow rood. Ik hoop dat het willekeurig wordt. Nee, ik niet. Nee, ik ook niet, want dat is meestal niet zo'n... Die boeies, die Sander kan nogal praten. Nee. Ja, die Sander die praat wel. Sander praat graag, heet hij. Ja. Oeh, bijna Peter. Oeh, ik voel die kroon op mijn kop. Voel je hem al op je hoofd? Lamboe is er ook. Ik hou Sander wel even bezig. Nee, dat doe ik zelf wel. Nee, niet op die manier. Oh, wat vind ik dat zo goed dat jij dat doet. Nee, dat van jij zegt klinkt lekker. Oh, deze kan ik niet. Waarom kies je hem dan? Ja, ik kan hem wel, maar niet met 200 cc.
wel. Hé, hey, wat is je fout daar? Hè? Ik ben eerste. Wie haalde ik in dan? Mij. Waar dan? Ja, jongen. Ah! Oh, ducky, ducky. Ja, lekker. Oeh, hier, nee, nee. Nee, je mag zo vrienden. Oh, tuurlijk. Ik spring er weer naast hoor, dat is gewoon leuk. Ja. Maar wie rijdt er voor, Rob? Marlijn. Oké, nee, dan krijg je een mooie blauwe geschoten. Nee, dan ben ik het! Oh, hij gaat me net voorbij. Hij ging me net voorbij. Nathalie rijdt eerst, jongens. Dan moet ik heel gauw een blauw schildje hebben. Ik ga weer voor de tweede keer tegen dezelfde schok, ja. Ik kan ook even mijn hand op de scherm leggen. Nee, dat vind ik zielig. Waarom? Leg dan de hand op de been neer. Nee, de hand op de been. Been? Of tussen benen? Nee, op de been. Oh. Wow. Het is too much information for this... Oh, gewoon meteen weer die gedachte hier. Too much information for the children. Children. Volgens mij ook too much information for Tommy. Nee, die kikt erop. Ik heb er 15 jongens, het gaat niet goed. Ik ben 9. Zou die kroon pakken? Misschien nog lager. Ik kan het erop leggen, ik kan niks aan doen. En dan krijg je op het einde een sterretje en dan moet je oppassen dat de baan niet afvalt. Zo, ik word derde voor de finish, haal ik er 2 in. Maar wat zei je? Ik haal deze punten in, want ik was 1 ronde er niet. Achtste. Het is wel hard werk hoor, zonder smart. Mijn, wat zei je, gloeilamp? Hallo. Doe jij standaard zonder smart steering? Ik rijd altijd zonder smart. Oh wacht, ik heb niet opgelet, sorry Marlijn. 2 Belgen, ja dat maakt niet uit, al zijn er 5 Belgen. Of 6. Het gaat om de gezelligheid, hè. Hé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En ik heb nog steeds geen kroontje. Niemand heeft een kroontje. Dat komt omdat ik de meeste punten heb. Ja, maar dat is nog niet... Even kijken, waar sta je Peter? 73. Ja, dat doet niet lang meer. 70 haalt gewonnen zeker. Nee, het duurt niet lang meer, joh. Het duurt niet lang meer. Het duurt te lang. Ik heb deze baan voor je uitgekozen, want daar was je wel goed in, toch? Deze baan kan ik echt niet met je. Nee, deze wel. Map. Ik wel. Dan zorg Sander, jij zal me uit te dagen, hè? Stiekem privé. Jij gaat niet winnen van mij, dus dan zorg ik dat ik ga winnen. Ja. Je moet geen privéberichtjes naar mij toe sturen. Ga je mij helpen? Je hebt maar gewoon... Peter. Want dan word ik boos! Ik moet niet helpen! Hij duwt mij gewoon aan de kant zodat ik niet de berg meer rijd. Wat aardig van je, Peter. Ja, maar ik ben ook wel aardig, hè? Dat is Veenendaals mentaliteit. Yeah, sure. Oh shit, ik krijg achter iemand met een groen schildje en ik blijf hangen! Sorry, Lamboe. Sorry. Oh, mijn jeugd. Oh, het duurde wel heel lang. Ik denk, er gaat... Ah, oh, je vuile rotzak allemaal. Ik had 3 schildjes rood en dan ben ik niks meer. Ik heb weer een rood schildje. Hoe kom ik dan steeds aan die rode schildjes nou in één keer? Zo krijg ze nooit, zo krijg ze altijd. Mami, hier komen jij. Doei. Vindt u leuk hoor, dat kan ik even. Wie rijdt er nummer 1 dan? Ik hè? Ja. Jeetje, hoe ver rij je wel niet, man? Jij rijdt al vanaf hier Veendal Centrum zie je al in West. Jeetje, kijk dan op die kaart hoe ver die voorrijdt, man. Ja. Ik kom een blauw schildje af. En ik had al een rooie gedaan, dus Die is toch te laat. Ja, mijn moeder ook. Hij is gewoon te laat, want ik was echt vinden.
Ik ben wel tweede. Ha! Oh. Actie, reactie. Ja, lang voor je finishen naar ik mij. Ik ben vijfde, gelukkig. Dus ik heb nog wel wat... Oh! Praat stoer dat je de meeste punten hebt, Sander. Sander is lucky. En niet lang meer. Ja, maar die gaat straks janken als kroontje weg is. Dus. Dan gaan Peter en ik met Sanders plekken vandoor. Niet samen, hè? Dat kan niet. Oh, dan doe ik het. Nou, eerst jij en dan ik. En dan ruilen we steeds om. Nee, maar ik kon er meerdere coaches tegelijk. Ja, dat kan. Onze beurt eerste. Kom op mijn lijn. Jij moet ook zorgen dat ik kroontje heb. Ik heb een bijna mijn pink gerekt. Oh, wat heb je gedaan dan? Lekker gezellig met z'n allen karten zeg. Wat een toegang. Yay! Dalfing. Ik was van plan met iemand je hebt anders een bijna, karten, maar die komt een uur later. Daar heb je. Tot een uur later? Ja, die komt om 8:30 of zo pas, dus ja. Dan kan ik rustig hier meedoen. Oh. Alvast inrijden. Alvast wangrijden. Ja, precies. Oh, ik zie dat je een berichtje typt, Merlijn, maar ik moet even opletten, want anders win ik nooit van die Sander, hè? Ik wil gewoon die een kroontje op mijn hoofd. Oh, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Hou eens! Ik bots gewoon tegen de muur aan. Lekker slim. Ja, ik zit overal tegenaan. Laat het gas dan ook los. Oh, sorry Nathalie. Ik was het verkeerde, daar ben ik bang voor. Ja. Sander kwam voorbij. Dan pak je Nathalie. Hey Sander, waarom sta je stil? Kun je gewoon inhalen? Ja, omdat ik hem ook veel te kort heb gekregen. Ja, ik denk ik zal hem even uitroepen, maar hij reageert niet meer, die Sander. Hey! Sander! Dat zei je ook weer, Peter. Wat, weet ik niet. Hij reageert wel, alleen. Nee, ik weet niet waar we het over hebben. Hoezo, wat zei ik dan? Dat hij nergens op reageert. En dan reageert hij niet. Oh ja, hij reageert gelijk, ja. Hé, gelijk een blauw schildje op mijn kop. Nee, dat was ik niet. Ja, je moet wel even laten winnen, Lucas, anders ben ik geen eerste. Jij denkt dat ik je laat winnen. Ja? Nee. Ja, echt wel. Let maar op, jongen. Veenal West is niet zo ver, hoor. Ja, maar deze win je wel. Ik kom er niet meer langs, ja, ik kan er niet langs zonder items. Ja, misschien wat ik er beter verslaan met mijn wijsvinger dan met mijn pink. Ik voel een kroontje, ik voel een kroontje. Nog niet. Ik wel een kroontje. Deze, hè? Nou word ik weer eerst, dat is maar niet uit. Nee, nog niet, 6 punten verschil. Oh, dat is een beetje jammer, Sander. Sander, mijn lijn ging het niet zo goed. Even kijken. Shy Guy! Oké, okay, ik ga voor Rainbow kiezen. Shy Guy is mijn poppetje, laat hem Rainbow met rust. Niet leuk. Ik ook niet. Dan kies ik hem ook niet. Sander kan Rainbow niet. Oh, had dat dan gezegd, kom op! Ja! Oei! Ja. Maar Merlijn, jij wordt nu eerste. Niks Merlijn eerste. Verschil. Dankjewel Merlijn voor de bits, voor de 5 bits. We zijn er al 15! Kijk, dat gaat hard, jongen. Maar het hoeft niet. Lekker goed rekenen, man. Wat zei jij, Lucas? Dat je goed kan rekenen. Ja, daarom weet ik ook het verschil tussen gratis en verniets, hè? Oh? Weet jij dat dan, Lucas, het verschil tussen gratis en verniets? Nee. Ik ben gratis naar school geweest, jij voor niets. Die! Het jammer is dat ik Tammy niet hoorde lachen. Ja. Ik vond Tammy een hele slechte grap. Nou, ik wou hem introduceren voor Tammy's lachhoekje. Nee, daar lacht ik niet.
Komt iemand me ook nog inhalen of blijf ik hier zij eerst rijden? Zij eerst, hè? Dat kan helemaal niet, want Lambo rijdt voor me. Nou, ik rijd nog daarvoor. Nee, dat was ik. Ja, ik sta wacht je? Ik dacht dat Lambo eerst rijdt, joh. Nee, joh. Waarom krijg ik geen raketje? Je wilt een ijs hebben in de Mario Kart race. En wat is? Tuurlijk, die Merlijn die gaat even met zijn kogel over me heen. Oh, ik krijg ook een kogel. Een raketje, oh my. Ik heb ook een raketje. Zou je toch weten dat je eerste zou worden? Ja, ik... Merlijn! Oh, ik rij overal tegenaan. Raket. Oh, wat is dit? Wat erg. Jullie zijn wel langzaam. Jij bent ook langzaam. Jouw internet is soms langzaam, joh. Echt wel langzaam. Ja. Wees maar stil. Nou hoor je weer zo'n cavia lachen. Stilt weer dat mijn Switch er minder last van heeft. Het is eerder Woody Woodpecker. Oh jongens. Ik wil natuurlijk wel Baby Park spelen. Yeah. Ik ga ook, ik heb hem ook gekozen. Kies banen die Sander niet kan spelen. Ja, maar ik kan Baby Park spelen. Stijn van Hark, jongen. Van de tactiek wachten tot iemand mijn lijn raakt met de schild, dan doorrijden. Gewoon tweede rijden, dan net voor finish raken en dan finishen als eerste. Ja, maar Sander was al 20 potjes bezig toen ik erin kwam, hè? Nou, dat is niet waar. Zo lang waren we nu niet bezig. Nee. Eerst, hoe verander je die hoed van de Mii? Je bedoelt die wat ik aan heb, dat doe je met een amiibo. Als je al die amiibo's hebt, dan kun je dat veranderen. Kom op, gas op die lolly. Spelen. Hey, kom je me even helpen? Ja, poes. Kom je me even helpen, springpoes. Die cavia. Oh, kijk. Ik heb de mijnbaan gekozen. Lucas. Jij geeft me gewoon een zet dat ik op die grote dingen kom, dan ga ik stuiteren. Wat ga jij stuiten? Ja, ik stuiten, jongens. Ik ben bij Roxanne geweest, ik stuiten. En ik stuiten zo de baan af. Volledig die hek over. Ik zit klem. Ik word te veel afgeleid door Tammy. Kan iemand eruit zetten? Ik niet, helaas. Ik vind het een afschuwelijke baan. Ik ga even stil voor je gaan staan, dan is het weer. Je raakt iedereen, ik hè. Lucas. Wie denk je dat eerst rijdt? Ik rijd altijd hier. Dat plekje heb je raakt. En dan moet er ook nog zo'n stinkaklep omhoog. Ja, zo. Nou, move! Ja joh, omdat ik tweede rijd krijg gelijk een rood schildje. Ja, sorry. Nee, trouwens, jij bent volgens mij ook die veel Rocket League speel, of niet? Ja, dat ben ik. Elke enige wat je speelt. De enige? Oh. Ja, elke keer als ik kom, dan is het al een beetje vol met jullie. Ja. Nee, dat is niet zo magisch, dat is ook niet zo. Maar ik ben niet zo goed in Rocket League. Wow. Ik kijk soms gewoon naar die dingen. Ja, dat is wel waar. Ik ben niet zo goed in Mario Kart. Je rijdt er nummer 1. Ik, hè.
Sanderman. Yay, weer tweede. Dan heb ik het eerste plekje, denk ik. Nee, dat kan niet. Oh. Ja. Nee, dat mag niet. Sander voorbij. Doei, Sander. Doei, Sander. Dat is niet goed, hoor. Rainbow rood. Nee, dat maakt niet uit. Hey, Sander, wat ben je stil? Ja, hij is ingehaald. Dus... Is. En nou hoort hij ons toch weer, want hij zat eerst voor zijn oren. Ik heb het toch een partij heet, joh. Nou, je kan wel wat uittrekken, hoor. Petit 2. Ja, man. Petit 2, jongen. Het zweet overal. Dat hoefde ik niet te weten, eigenlijk. Hé, hey, Marlijn, je zit ook in de chat, maar je hebt je microfoon nog uitstaan. Hij durft niet te praten. Jawel, kom zo vanzelf wel. Deze baan is zo leuk. Jawel. Ik hoor niks. Wel, deze baan is zo leuk, zegt hij. Oh. Oh, dat nog wat zijn, sorry. Goed. Ja. Durf je niet, of durf jij niet? Ik durf alles. Ja, ik mag niet zijn dat, hoor. Nou moet ik Lucas nog niet in te halen. Nee, dat is slim. Ja, joh. Nee, iedereen duwt me tegen die stomme beestjes aan. Zo, het is me niet gegund vandaag, hoor. Nee. Klopt. Ja. Nee. Oh. Ik vlieg van de baan. Ga weg, ga weg. Blauw schild voor nummer 1. Nou. Maar ik moet dat kroontje toch hebben? Ja, maar je krijgt hem niet. Marlijn. Mijn plek. Marlijn. Je mag hem hebben. Oh, oh, oh. Oh, die Lamboe had geluk. Ik gooi gewoon het schildje klap tegen de muur aan. Ah! Ik haat dit level. Ik haat deze level. Ik ben gewoon 9e. Ik heb ook alles over me heen gehad als mag rijden. Blijf daar van me af, godverdomme. Shit, die spijlen, ja. Nou. Oh, 9e. Kijk dan, hoeveel Lucas rij en ik. Dit is gewoon niet meer leuk. Wacht, wat cool. Ik ben te slecht, baby. Ja, ik ben te slecht. Ik ben ook super slecht. Ik heb wat nog. Eerder kon je nog tegen me spelen, maar ik heb gewoon goed op. Jij. Doe mijn privé battle, dan rijd je eruit. Denk ik niet. Jawel. Nee hoor. Mijn auto kan 200. Ik ben gewoon 10e en ik heb een sterretje en ik kom gewoon niks voorbij. 9e. Gaan we daar dus rijden? Kijk. Oh, 7e! Haal ze nog net in, de mensen. Haal je me niet in, hoor. Maar Marlijn, zeg eens wat. Je durft niet. Durf je niet te praten, of wat is dat? Lamboe zit er ook bij, hoor. Hij zegt niks, omdat hij bang is dat hem uitlachen om zijn Belgisch accent. Wat? Nou, moet hier niet bang voor hebben. Hoor ik soms regen, ik heb dat is het. Je moet gewoon wat zeggen, Marlijn. Wat moet ik zeggen? Je moet gewoon in één keer zeggen hallo of iets raars doen. Hey, lieverd, ik heb Belgische neefjes. Ik ben wel wat gewend, hoor. Ja, vorige week hebben we ook met jou gepraat. Ja, en ik zie ze zondag weer, dus... Dankjewel. Marlijn voor de 3 bits. Maar zeg eens alsjeblieft wat. Ik heb familie in Zutphen. Ik kan niet raar praten ofzo, hoor. Ik niet. Ook niet. Ik heb zelfs familie in Rotterdam zitten. Kijk, dat zegt hij dan weer zo mooi, hè. Rotterdam. Prachtig. Echt, nee, jij zegt het gewoon heel mooi. Rotterdam. Heel zacht, heel zwoel. Wij zeggen...
aan. Zeg dat zo mooi. Dat is zwoel. Ja, nou dat is toch zo? Wij zeggen het Rotterdam met een rrr. Hun zeggen Rotterdam van een rrr. Ja, nou, ik hoor geen verschil eigenlijk, maar... Niet? Nou, ik zeg Rotterdam. Nee. Nou, wanneer jij het probeert inderdaad... Nee, ik kan het niet. Ik ben... Ik kan dat Belgisch, kan ik niet. Dat weet ik. Ik kan alleen maar Samson nadoen, maar voor de rest niet. En Gert dan? Gert niet, daar hebben we Kelly voor. Kelly die kan dat gewoon heel goed. Als je haar hoort praten, denk je echt dat ze Belgisch is. Nou, ik hoop dat ook Hey, hij leeft nog! Hij doet het weer! De dierencel is opgeladen! De batterijen doen het weer. De dierencel is opgeladen, het konijntje kan weer wiebelen. Wiebelen! Wie stuurt er een blauw schildje om af? En dan gaat er ook een auto over me heen, die gaat stilstaan. Ik zie nou niet waar de auto's zijn door dat vieze inkt. Vuile rot, Lucas. Je hebt nog altijd de eerste plek van mij, hè, Peter. Ah, ik was tegen de bus staan, ik ben echt vlak achter je. Oh! Ik hoorde dat zelf met te raken, maar ik ga naar verder naar voren. Wie? Oh, dat was echt een grote finish! Ik ga wel met een gouden kaart natuurlijk, misschien dat dat me geluk brengt. Ja, dat zal het wel weer zijn. Oké, dat is goed, Marlijn. Oh, wat leuk! Lucas, Peter, Marlijn, Nathalie, Tammy, Sander! Ik sta voor Sander! Ja, en waarom noem je Lambo dan niet op? Waar was die dan? Ja, die stond nog lager. Ja. Oh, ja, dat ik. Ja. Nou, sorry. Dat vind ik echt gemeen. Ja. Ik ben al moe. Ik heb vanmiddag 4 uur achter elkaar gegamed. En maar Tommy. Ja. Kijk eens naar buiten. Waarom? Wat? Alleen 4 uur achter elkaar gamen is niet zo moeilijk hoor. Hoezo kan ik niet voor de deur staan dan? Nou, dan gaan mijn honden af. Ja, maar die zijn wel dol op hondenkoekjes, ben ik al achtergekomen. Wat zeg je? Die houden van hondenkoekjes, zie ik. Nou, geloof me, als jij voor de deur staat, dan word je half opgespreid. Ja, van jou, door jou, dan begin je heel hard te gillen. Ja? Ook dat? Hallo. Hey, Marlijn. Hi. De expres zielig, by the way. Wat de expres zielig? Oh, dat moet je niet doen. Nee, expres die lag. Oh, expres, oh. Wil je ook in het lachhoekje van Peter? Nee, dank u. Oh. Waarom niet? Oh, wat? Ik kan niet sturen. Beter voor ons. Oh, jongen, Tommy. Waarom kun je niet sturen dan? Wat is er? Ik kan niks doen. Er is een communicatiepad opgetreden. Van jongens, zuigspel. Ja, dat moet je ook, want hij is een communicatiefout. Ja, ik kan mijn Joy-Cons bewegen. Ik doe wel weer gewoon naar de Hoe werd jij van gedreven dan? Jammer. Oh, bro, omdat iemand mijn pro-controller heeft aangezet boven. Wow. Ja. Sommige mensen hebben echt geluk. Waarom ben jij? Die Lambo die jat alles van mijn neus weg! Ja, leuk is dat, hè?
maakt niet uit. Nee, en dan duikt hij mij ook nog eruit. Ja, ik wil weer een geluidje, maar ik kan niet op mijn scherm kijken. Ik ga zo kijken. Maar als je wel even voor hem, kan jij even die eerste bom ontvangen. Ja. Aha. Oh, Kom op. Ik denk het niet, Peter. Nee, dat dacht ik al, klootzak. Het is wel niet lief, hè. Dankjewel, Merlijn, voor die bits. Waarom doe je zoveel bits geven? I don't know, ik heb er nog 400 als je wil. 400? Dan is ze 1 voor 1, dat is heel leuk. Ah ja, dat is grappig. Als ik ze 1 voor 1 doe, meer tekstjes, meer in beeld komen. Ja, leuk. Ja, leuk. Ik vind het wel gezelliger als je meepraat. Mario! Maar hij is er aan het typen, jongens. Dat gaat er gebeuren. Ik voel het. Ik hoor iemand heel hard... Come on! Ik hoor iemand zo hard drukken op de schild dat ik zit al op mijn scherm te kijken. Oh. Yay! Weer wat. Alleen, Tommy is niet zo goed. Maar wel lief. Ik vind het wel heel grappig, jongens. Ik zie dat mijn webcam weer vastgelopen is. Is het weer zo'n charmant beeld dan? Ja, ik kijk nu wel heel charmant. Oh, kijk hoe cool! Sloody! Ah, cool. Sloody, zijn webcam is vastgelopen. Juist op het goede moment. Ja, nou ja. Ik zet hem zo wel uit, die webcam. Ja, meestal als mijn webcam vastloopt, of iemand anders zijn webcam vastloopt, is hij juist op het slechte moment. Ja, ik kijk ook op het goede moment, hè, dus ik kan het ook zo houden. Oh, hell yeah. Lucas, niet weer! En steeds weer zeg je, hij heeft een ander. Wat? Oh. Oh, Lucas, waar ben jij? Get over here. Get over what? Get over here, ken je dat niet? Nee. Wat er? Get over here, van Mortal Kombat. Oh, dat ken ik wel, ja. Heb ik niet gespeeld. Waarom nou? Nee, ik ga er zij in. Doe je goed, Peter. Kom over hier. Bedankt voor je warme plekje als eerste. Oh. Het zit me niet mee vandaag hoor. Maar ik ben altijd slecht, dus dat geen hol. Dat raketje. Dat is leuk. Er komt een rood schildje aan, maar precies dan rijd ik gewoon ja, naar beneden. Deadly DP, wie is dat? Weet ik het? Kijk nog altijd stream. Ja. Oh, die dat is mijn lijn. Doe je die? Mijn lijn, dan is dat niet. Oh, Lucas, net voor de finish had je toch. Ja, anders had ik toch nog wel voor je kunnen blijven rijden hoor, dat is mij niet uit. Van die kleine... Oh, gaat ze weer als een harkie lopen? Moet ik er even olie in gieten? Tommy is niet zo goed, maar wel lief. Kijk, dat vind ik wel schattig. Ik heb al bijna de 220 gehaald. 1, 2, hark! Oei! Oei! Nee, niet vanuit! Moet wel staan! Pies niet in je broek of zo. Zo, die ook weer op. Zo, ik ben uit beeld. Opgelost. Ja. Even kijken, wat is dit? This is my last game. Oké. Good luck.
Emma! Ja. Sorry, ik was het niet mee. Maar iemand probeert mijn broer te scammen via Instagram. Scammen via Instagram? Ja. Hoe kan dat nou? Gewoon stuur je wachtwoord. Ik stort 55 euro op mijn bankrekening en zo. Mike, alsjeblieft, Iconic. Stort dit 55 euro. Ja, Arend. De pietje zit in mijn little shit. Oh my. Hij blijft het maar doen, hè. Hij vindt gewoon de paardje zo mooi in beeld staan, natuurlijk. Mooi eerder. Ja, hij vindt hem echt mooi. Oh man. Ja. Iemand, give me a sub. Goed hoor. Sander rijdt hier voor Ik wil Geef mij een sub, iemand. Dan rijdt hij helemaal niet zo. Maar ik kan hem niet weggeven, zo'n sub. Man, ik weet niet waar ik rijd. Ik heb een soort sub met deze baan. Dat kost geld om dan weg te geven. Dat is irritant. Ja, nee. Dat is ook zo stom, ja. Ah, jongens, ik knal overal tegenaan. Wat een scheidspel. Nou, ja, kijkspel, ja. Oh, joh, dat je overal tegenaan knalt. En daar kan het spel natuurlijk weer aan doen. Ah, jongens, Sander die geeft me ook nog even een raketje van achteren. Ja. En ik stik jou van bij. Tot nu waarschijnlijk. Ik lig er alweer af. Ik ga hierna even wat drinken pakken en even mijn webcam repareren. Ik moet gewoon een nieuwe kopen. Nee, het is een vrij nieuwe, maar ik denk dat er ergens een klein foutje ergens in zit. Hé, ik zie Sander stilstaan. Oh, AFK. Dan kan hij zijn tactiek niet meer. Ik ben ongeveer 50. Wie heeft die boel gebruikt? Wat? Ikke. Heb jij die boel gebruikt? Ja. Oké, okay, sorry, maar ik kan geen bits meer. Ja, oké, okay, zit daar met mijn bits. Wat is gedaan met mijn bits? En dat klinkt ook nog verkeerd. Ik ben uitgebut. Ja. Ik heb geen gebit meer. Ik heb alleen een kunstgebit. Kunstgebit. Al zijn tandjes zijn gewisseld. Een melkgebit. Peter, je bent langzaam. Oh. Oh, val voor de finish gewoon eraf. Ik ben 60 voor de finish, alles ging over me heen. Nou, dat is echt een streammoment. Nou, ik wou ook nog over je heen. Waarom wacht je dan niet? Ja, ik ga er even één ronde uit hoor. Waarom wacht je niet? Ja. Maar jij hebt nog speciale verrassing. IJsbolletje. Veel flits. Ja, bedankt. Als je één rondje uitgaat, dan wacht ik wel achteraan voor je. Oké, okay, ik ga even wat drinken pakken en even gauw de camera eruit trekken. Want hij is gewoon vastgelopen en dan doet hij het zo weer. Je moet er ook geen ijs in smeren. Ijs? Oh. Ja, het huis moet morgen gewoon meiden. Hey, als ik bits doneer, krijgt Slurry dan echt geld? Geen idee. Ik moet letterlijk moeite doen om die bot niet in te halen. Je stoeft niet op Lucas, daar ben je niet aan toe. Ik wacht achteraan. Het huis moet morgen geschonken. Ja. Je hebt vandaag al schoon. Eigenlijk. Je hebt al gedwijld en zo. Tussen 1 en 2.
2. Ik hoop dat ze nog vrij hebben. Ik ben om 7 uur wakker, hè? Dus ga ik... Ja. 9 uur. En ik wou daarna... Hoe heet het? Renzo, even dat pakket wegbrengen. Ik kom je pakken! Lamboe, ik kom je pakken. Ja, ja dat is goed. Kom maar. Ik zal het heel vangen. Zorg ik dat ik... voordat jij komt werken. Ik heb je. Nee. Ja, ik zeg. Oh, come on! Hè? Jij zorgt dat je 2:15 thuis bent. Ja. Zorg dat het schoon. Ja, maar ik help je. Was wel niet. Ik laat je niet achter. Kijk, Rick die moet om 9 uur bij de kapper zijn. En dat zorg ik. Als hij wakker is. Kan hij naar de kapper, dan ga ik jou moet schoon. Dat is wel lekker, dat is wel veel fleur, want dat geeft me wel meer tijd om te doen. De fleur komt ook nog die tijd thuis. Vrijdag op halve dag. Ja, maar goed, ik vader niet bij te hebben. Nee, maar rond die tijd gaan ze dan net weer weg. Hey, puppeke. Wow, ik heb heel veel vragen in één keer in mijn beeld staan. Ik wil weer even afzijdig. Even kijken hoor. Hoe ik dat geld krijg als jij doneert? Nou, ik krijg dat geld een keer op mijn rekening te staan. Nee, maar via bits bedoel ik. Ja, daar komt dat, de bits die komt op een gegeven moment op mijn rekening te staan. Nice. Alleen, ik zoek even mijn camera. Ik stond netjes achteraan zo net door Peter. Echt? Oh, als je meid was geweest, zou je een kus gehad. Jammer genoeg kreeg ik wel een punt. Dat vond ik nou jou. Ik vraag me even af, wat voor beeld zien jullie? Wie? Oh, ik zie... ja, hij gaat doneren, maar dat zie je niet in beeld nu. Maar bedankt! Ah! Come on! Ja, daar kan ik niks aan doen. Ik wens mijn geld. Ik wil mijn geld. Nou, dat klonk bijna duivels! Dat bedoelde ik ook zo. Oh! Oké, Tammy's grappenhoek. Lachhoek! En jij de duivelhoek! Even kijken, ik ben zo slow jongens, ik kan gewoon niet nadenken af en toe. Heb je dat ook, Tammy? Ja, dat weten we. Oh man, nee! Ik heb dat steeds vaker, ik ga me echt zorgen Tammy, maken. Tammy, jij moet niet veel zeggen hè. Ja, nou ja, ik kom je krijg wel verzorgen, als je dement wordt, Peter. Man verzorgen, ik kan niet dement worden. Ik ben gewoon een half uur bezig om mijn camera aan te schakelen. Doe je goed? Ja, dat is wel lang. Nee, ik heb ook drinken gepakt. Ja, hij doet het weer. Kijk, hij doet het weer met camera. Ik vlieg nou, altijd van de baan. Maar, kijk, omdat jij net zo boos reageerde, hè. Althans boos. Je vond het niet leuk dat het niet in beeld stond. Doe ik het wel even voor je. Yay! Kijk, ik ben super blij. Wat heb ik nou aan dat gevis? Ik krijg geen karper, geen paling, helemaal niks. Jij bent op dolle paling. Wat? Rot op paling? Ik ga een ander pakje kiezen. Merlijn, welk pakje zou kiezen? Kijk je in mijn scherm mee? Nee, toevallig niet, toch wel? Ja, maar dat zien we pas als je al gekozen hebt. Hé, hey, kom in beeld. Nu pas. Wacht, welk pakje moet ik kiezen? Ik heb de normale. Ik heb Mario, Luigi, de prinses. Yoshi, Toad. Ik weet niet of Toad ertussen zit eigenlijk. Ja, Toad. Ja,
mooi laatste. Kapper ook mijn man ongeveer. Nee, jij blijft wel gezellig hier praten hier toch? Oh, moet ik blijven praten? Ik ga gezellig meeluisteren. Je kunt meekijken. Je kunt meekijken. Kom je nou met dat geile pakje van je of niet? Ja, ik ben er, maar ik wacht tot iedereen gekozen heeft, staat er. Oh. Nou, doe nog een rondje. Maar, zijn jullie er al nog aan het racen dan? Ja, kom nou gewoon. Ja, ik sta in de aardbol te wachten. Wat? Ik heb toch wel de goede aangeklikt, toch? En je moet gewoon een friend joinen. Nee, jullie zitten toch in de vliegende banaan? Ja, maar dan zit je in een andere room waarschijnlijk. Ik zit in de vliegende banaan. Ja, waarschijnlijk zit je in een andere room van de vliegende banaan. Je moet een friend joinen waarschijnlijk. Ja, je moet altijd een friend joinen. Dat hoeft helemaal niet, man. Doei! Nou, ga je lekker in je eentje spelen, doei! Maar ik heb geen vrienden. Nee, heb je ook niet, nee. En nu? Ga je maar lekker in je eentje reizen, doei. Leuk voor je stream ook. Ik ga Lucas joinen. Ja, join mij maar. Meneer luistert een keer. Wat zeg je? Wat? Want mij heb je wel als vriend. Nou, nee hoor. Ga even. Ik heb alleen mijn vriendinnen en verre nichten. Oh, wat is dit vet slecht! Jij begon. Nee. Gewoon heel hard lachen en dan serieus kijken. Jij begon. Ja, maar ik ben ook heel serieus. Oh, ik raak gefrustreerd! Ik ook, van het gegil van jou. Ja, dit is gewoon niet meer leuk. Kijk mijn voorsprong. Oh. Wat een cheesecake, jongen. Cheesecake. Pannenkoek. Wat lekker. Dat is helemaal lekker. Dat is Sander. Sander, die cavia die lijkt nog. Maar die weet niet waar zijn verbinding is. Ik heb een rare melding in mijn beeld staan. Ik krijg het niet weg. Wat is dat dan weer? Wat het is, staat waarschijnlijk in de melding. Oh, wacht even. Even vergroten. Misschien dat ik het dan beter kan zien. Begin dat je nodig? Misschien moet je even je seniorenmoment opzetten. Weet je wel, dat grote... Hallo, jij bent ook voor mij. Ik ben ook van jou. Zo goed? Blijkbaar is gewoon iets eruit geklapt net, of niet? Check your alert box again. Oh, is het weer zover? Ja, ik krijg alles tegelijk, jongens. Ik kan het niet meer bijhouden. Waarom vraag je, is het weer zover? Ah shit, here we go again. Hey. Ben je al oud, Peter? Ik zie het dan bij jou, hè? Ik ben aan het werk, alles loopt over de laatste paar dagen in mijn hoofd. Ja, bij mij ook, en ik werk niet eens. Ja, bij mij ook, en ik werk niet eens. Kijk eens, kijk eens. Oh! Loerie is dement, en bedankt, hè? Graag gedaan, dat was een grapje. Kijk, ik moet gamen met mijn mooie unicorn controller. Oh, unicorn! Ik heb ook een hele rooie en iemand wil die rooie zo graag hebben. Ja! Ik wil die rooie! Ik Tammy, jij krijgt die Nicoli. Likken, likken, likken. Wow. Oh, moet ik likken? Nee, nee! Nee, maar dan zeg ik ikke, ikke, ikke. Dan zeg ik altijd likken, likken, likken. En jij kan spelen. Ja, ja. Waar de talpon voor nee, hoor. Ja, nou, dus, iemand komt bij de viswinkel, hè? Is het een grap? Heb je... Nee, ja, het is een grap. Oké.
Nee, ja! Nee, ja. Heb je nog wat lekkers voor mijn poes, vraagt een vrouw. Oh, die ken ik! Die weet ik, ik kan hem niet vertellen. En dan zegt de man, zeton. Nee, oh, oké. Okay. Dat is natuurlijk Belgisch, natuurlijk. Daar kun jij niks aan doen. Bij ons gaat hij anders. Dan komt een vrouw bij de viswinkel en die zegt tegen de visboer, heb je nog iets lekkers voor mijn poes? Dan zegt die man, ja, ik heb nog een lekker tongetje. Ja, die bedoel ik, zo bedoel ik. Een lekker tongetje. Maar, misschien omdat ze het bij jullie zeetong noemen, dat kan, maar dat wel hetzelfde is. Ja, maar ik heb het daar straks gelezen. Dat is soms wel een beetje vervelend, hè? Dat de grappen dan niet overkomen, omdat het net iets totaal anders is. Ja. Dat is niet zo fijn. Oh, Lucas is weer eerst. Goh, joh, minder. Waar zit dat daar nog? Lucas, hou je ook van vissen? Nou, nee. Ja, geef tenminste daar iets lekkers aan mijn poes. Dan wil ik wel even een potje mee op vissen. Ook gewoon die eerste bom haalt me in en gaat waarschijnlijk voor degene die dan. Nou, ik ben er ook klaar mee. Waar is Sander eigenlijk? Sander! Meldplicht! Oké, dit was te grappig. Sorry, ik kan het ook niet laten. Oh, sorry jongens. Oh, sorry, ik heb het niet. Oh, dit wordt een hoog bedrag. Oh jee. Oh, ik hou het niet meer, jongens. Heb je Tena Lady om van Doom Boom? Nee, ik zing nou ook steeds Awale Boom Boom Boom. Allee, yo. Hij heeft mij wel 3 pakken aangeleverd. Ik moet dan weer nieuwe bestellen. Niet te veel lachen, want dan moet je nog meer bestellen. Dan word je te vochtig. Ja, dat meen ik. Vochtig? Ja, ik pis in mijn broek, man. Elke dag. Oh, dat gaat niet. Ja hoor. Dit begint te lekken. Sander denkt, somebody please kill me. Oh. Je Sander lacht gewoon niet helemaal gezond meer over. Me. Daarom snap ik vrouwen nooit. Español. Ja, plassen. Hola, donde, fila, Español. Gracias. Ik kan je gewoon op de bank blijven zitten kijken. Ga plassen, Tammy. Krijg je mijn beeld te staan? Nee. Ja, dan krijg ik zelfs geld voor dat iemand zegt, ga plassen, Tammy. Ja. Zelfs voor het zeiken van jou word ik betaald. Oh, dan kijk ik meteen een beetje betalen. Habla Español, no Dutch. Ik ben zo aan het opletten op mijn stream dat ik alles misrijd. Ook lekker slim weer. Ik ben zo aan het opletten aan bitchen. Kijk, nu ben ik 7. Oh, ik 60. Hoi. Waar is je dat ik erg ben? Ik tweede ook. Ja. Ik ben hier aan gestopt, hè. Ben je gestopt, Tammy? Ja, ze werd incontinent. Ja, maar handen. Yo, FIFA en Peru. Ah. Wie stuurt dat? I'm only speak English a little bit. Niet bit, maar little bit. Speak really good English. Oh, me. She's not a very good girl. Doe het op zijn niveau, dan valt het niet op. Je lijkt wel een 3-jarige die Engels probeert te praten. Ja, maar als ik Engels ga praten, dan valt het op dat Glamour dat helemaal niet kan. Dus, Ja, dit is right. Serieus. Yes, I speak English. Oké. But I can speak English very good, so...
Slory, misschien moet je later je bitminimum op 50 bits zetten voordat ik nog... Wat zeg je nou allemaal? I can speak Engels very good. Misschien moet je bitminimum op 50 zetten voordat ik los ga. Hoezo? Omdat ik heb niks. Hij wil anders één gaan we hier nog blijven bits gaan doneren. Nee. Laat het toch, er staat toch een leuk in beeld elke keer. De ja, die mooie unicorn, ben ik zo druk op geweest. Unicorn? Ja, unicorn. Kijk je nou nooit mijn stream, Lucas? Dat valt me wel weer tegen. Nee, ik zeg, het was meer de uitspraak dan. Unicorn. Ik, dan mag ik eerlijk zijn, ik kijk meer dan Vincent. Wat zei je, Marlijn? Ik hoorde je viel weg in mijn oor. Ik kijk meer Nintendo dan mij. Oh! Nee. Jawel. Ik kijk ook. Je moet, dan moet je zelf weten waar je naar kijkt. Ik ben moderator, ben ik. Ik ben zijn moderator. Oh, ik dacht dat Guus dat was. Guus ook, Michael. Hij vloer. Ik ben fit bij Nintendo. Wat ben jij? Ja, VIP! Hoe krijg je dat voor... dat bij jou niet? Hoe krijg je dat voor elkaar dan? Weet ik niet, ik weet niet wat ik heb gedaan. Nee, je moet aardig zijn in de chat en dan kan iemand hem via... De streamer kan jou dan VIP geven. Maar hoe doe je dat dan? I don't know and I don't care. Precies. Maar als je VIP bent, dan krijg je ook een unicorn toch? Als er emotie komt. Nee, dan nee. Krijg je zo'n diamantje. Ja. Oh, maar ja. Dat ga ik wel even opzoeken hoor, voor jullie. Ja, ik wil ook een diamantje. Nee, jij zegt net, I don't care, I know. Nee, ik care. Ja. Kijk, ik care in één keer super hard. Ik care hier mijn eigen. Kijk, dat is perfect Engels. Ik doe mijn eigen altijd carryen. Ja, in Fortnite was je gaan. Ja, in Fortnite moet ik altijd gecarried worden. Omdat als ik jou 1v1, dat ik jou dan easy klap ofzo. Ik ben gewoon eerste geworden. Ben je ooit eens eerste geworden? Dat wel vaker. Oké, okay, die duurt lang. Haal me nou in. Duurt te lang. Sta hier al een tijdje. Herkent gij dat liedje ook al? Ja, waar is er? Wie riep mijn naam? Ikke. Wie is Ikke? Tommy. Hallo Tommy. Hi. Wat de f... Alle 40 gelijk gewoon hi. Hey, doe even niet wat vol tegen me, daar kan ik niet tegen. Hi. Ik vind het wel heel gezellig met jou hier in de chat. Oh. Ja, echt waar. Ik vind het super tof. Oh jee. Echt waar. Geef me VIP. Ja, ik vind dat wij alle twee VIP moeten worden in jou. Ja, Slory. Ik weet toch niet hoe dat moet, jongens. Dat zoek ik op. Dan wij alle drie, hè. Ja. We hebben togen tegen Slory. Wij gaan staken. Dit is grappig. Dit vind ik leuk. Ik ga weg, maar jullie verpesten mijn hele stream. Nee. Wat zeg je, Tommy? Bij Fleur en Mop! Fleur Tam... of Power! Nee, het is Coco Power Rangers. Coco Power Rangers! Wat, wie was dat? Ik niet. Ja, dat was hij wel. Ik trouw een VIP. Ik trouw een VIP. Ik meen het, je moet echt, als je wilt, dat Tommy je echt jouw lief wordt, maar niet alleen Discord liefde, dan moet je Kirby beginnen zien. Kirby? Ja! Kijk, ik zeg het toch! De vorige keer alleen maar hartjes in de chat van Nintendo, oh, dikke knuffel! Ja, maar Tommy is zo overloopse, die wil met iedereen knuffelen. Nou, ik heb gewoon een groot hart. Ja, dat weet ik. Wat veel. Ik knop ook naar een van Tommy.
knuffel van mij. Ja. Sorry! Get over hier! Ik kan niet zien! Ik zie geblikken! Wie zit er vliegen? Vliegen? Alsjeblieft! Hey, je hebt maar wel een knuffel gehad, hè? Wat? Au! Dankjewel, maar nog steeds ben ik niet zo blij. Wat zeg je? Nog steeds ben ik niet zo blij. Oh, nou. Ik ben geen bot van. En we hebben dat verdiend. Ik bedoel, ik ben geen VIP en we hebben dat wel verdiend. Ja, ik weet toch niet hoe dat werkt, jongens. Dan moet ik even uitzoeken. Ik hoor het net iets nieuws. Ja, zeg. Als je een Twitch begint en je gaat streamen, dan ga je dat toch allemaal uitzoeken. Ja, weet je hoeveel dingen er per dag bij komen? Ik ga dat even uitzoeken. Wij streamen niet, dus nee, dat weten we niet. Hoe werkt het? Staat er al meteen! Ik heb het idee dat mijn hele dingen vastloopt, mijn stream. Peter heeft Google en hij snapt nog steeds niet hoe het werkt. Ik kan niet goochelen. Ik snap goochel niet. Ik help je wel. Geen 4P in 10 minuten, dan ga ik niet tentpad kijken. Nou, ai, nee. Jullie vragen echt dingen aan mij en dan moet ik gamen en ook naar uit gaan zoeken. Heb je 4P in 10 minuten? Ik kan wel 2 dingen tegelijk. Ik maak jou ook kapot. Dit is Dark Vader. En ik kan die paar punten wel meer tillen, maar niet uit. Piece of shit. Oh jee. Laten we even zo beginnen. Oh geweldig. Mijn mannen je mee! Samsung! Ah, ik kan ook niet meer. Ja, maar Samsung. Het is al Alberto! Dag meneer Spaghetti. Oh jij kan het ook wel goed, ja, hoor ik al. Die doet Kelly. Ja, dat doet Kelly ook altijd. Dag meneer Spaghetti. Ik ben op hallo meneer Spaghetti. Ten eerste is Alberto. En ten tweede... Ja, wat is het? En dan heeft hij... Dus zo, ten eerste is Alberto en ten tweede. En dan heeft hij een probleem en legt hij dat uit. Ik hou niet van lekkere koekjes. Wel doet het niet. Ik hou liever van spaghetti. Ik ben eerder van Sesamstraat. Sesamstraat. Van Bert en Ernie. Of Cookie Monster. Bert? Volgens mij ken jij die is er niet even, Smoothie. Wat zeg jij? Volgens mij ken jij die niet even. Welke kronkiezak heeft... Oh, wat kan ik niet, zeg je? De Fitflop. Wat is er mee? Volgens mij kun je die pas geven als je 500. Je kan het pas geven en toen val je weg bij mij. Nee, want Bert heeft er ook gegeven en hij heeft nog geen 500. We kunnen ook 50. Oh, jij heeft toch 50 voor? Ja, ik heb bijna 200. Ja, Pet ook. Pet heeft jou ingehaald. Ja, maar ik ben niet zo Pet. Pet die streamt elke dag, dat kan ik niet. Ik moet werken. En ik moet ook andere dingen doen. Oh. Het is ook altijd hetzelfde met die vervelende clownenacrobaat. Ik flik er gelijk in, huppakee. Nee, ik kan beter, ik kan meer Bert en Ernie kan ik nadoen. Ja. Zeg, ik en Tammy en Lucas, we wachten wel op onze VIP, hè? Ja, dan moet je even wachten, meneer de burgemeester. Samson, ik wil niet wachten. Tammy, ja, op. Ik moet lachen, dan ga ik alleen maar kloten, dan halen ze me in. Oké, okay, dan ga ik Sloerie Express laten lachen. Ja, kom aan. Dag meneer Spaghetti. Dit zit de banaan hier, hoor. Wee! Maak zo een Discord channel Tammy's lachhoek. Wat dacht je daarvan? Tammy's lachhoek Discord channel. Ja, die heeft ze al. Tammy 18+.
Ja, nee. Ik heb al een Hardy Plus kanaal. Wacht, ik ben zo terug. Oh my god. Nou, ik ben ondertussen ben ik aan het kijken hoe het werkt met de VIP's. Ja, zover ben ik al, dat moet maar. Nou, zover ben ik nog niet, want ik had geen zes dingen meer tegelijk. Oh, ja, ja, ik werd ik er toch uit met de communicatiefout uitgegooid, dus ik kon dat wel googelen. Ik gebruik dat ook. Oh, mijn verbinding is ook verbroken. Ja, huh? Mijne weer. Wat, van de Mario Kart? Ja. Ja. Oh. Ik ga eens even kijken hoe dat werkt. Doe dat. Ja, wij willen even... Waar is mijn auto? Ik zet wel even mijn stream... Deze communicatiefout opgetreden. Gaat toch weg. Ik zet wel even mijn stream uit en ik ga het even opzoeken. Oh, ik wou net de stream gaan kijken. Oh, nou dan laat ik hem aan. Dan doen we gewoon geen reactie, interactie. Waar is mijn scherm? Ik ben mijn scherm kwijt, jongens. Oh, ik ben echt aan het overlopen. Rust hebben. Word je oud? Ik wil natuurlijk wel weten wanneer ik VIP ben. En dan zeggen we niks tegen Gabby. Nee. En ik heb weer een cheers gekregen. Ga rusten, papa Sloerie. Ga rusten, papa Sloerie. Ik ben echt aan het kijken hoe dat werkt, jongens. Even kijken, waar is mijn goochel? Je vogel? Nee, goochel. Van Google. Oh. Oh. Ik heb weer een keer gekregen. Oh my god. Het moet ook allemaal herhaald worden, hè? Via P-kaarten zo. Sorry, ik moest mijn geluid nog even uitzetten. Oh, sorry. Ik kan dan even naar je lekkere kop kijken. Oh, je hebt je haar gedaan. Mooi. Nee, ik heb het juist niet gedaan. Nou, het zit wel beter in model. Nee, er zit geen model in. Nee, er is ook geen model, hè? Nee, hij heeft wel potentie voor een model te worden. Echt niet? Ja. Alsjeblieft niet, ja. Model met je curvy lijf. Even wachten, jongens. Ik ga even wat pakken voor Tammy. Ik ga even wat pakken voor Tammy. De spanning is killing. Laat me meekijken. Komt hij straks terug met zijn make-up tasje? Wow. Dat hebben ze gewoon geïngedeld en hun beweegt alleen maar hun mond. Je bent heel slecht te staan. Ja, het was achtergrond is gewoon geïngedeld. Fake. Oh, zo'n grappig zocht, ik wil je helemaal een famer! Waarom vind jij toch zoveel grap, hè? Je leek mij vroeger wel. Oh, sorry, maar... Oh, ik weet het niet. Ik vind dat stemmetje gewoon zo grappig. Dat blijkt. Scheelt dat ik geen kinderen wil, dan krijg ik daar niet mee te maken. Ik wil ook geen kinderen. Wat Sander al geadopteerd. Wat moet je toch met kinderen? Misbruiken. Misbruiken? Ik kom er net en dan hoor ik het woord misbruiken. Tammy? Ja. Oh, sorry. Tammy, kijk nog mee op de stream toevallig. Ja. Ik zit met spanning te wachten. Ik heb een unicorn cadeautje. Unicorn. Zien, zien, zien.
vind het wel heel mooi. Ik zei dat voor unicorn cadeautje. Oh! Ik zou hem niet opsturen. Niet? Dan weten we niet wat erin zit. Oh, ik vind hem wel nog te geweldig. Oh, die man, zal ik hem maar niet uitpakken dan? Laat het pak op je maar omzitten. Volgens mij is dat al leuk genoeg. Dit laten zitten. Ja, we kunnen het gewoon doen. Als jullie me helpen tot de 200 volgers, ga ik hem uitpakken. Op Twitch. Dus er zijn er nog 14. Twitch nou alweer delen. Nee, ik pak hem uit bij 200 volgers. Ja, ik ga hem weer delen. Was het er in een schaar of zo? Om uw haar te krijgen? Nee, gaat hij de feest? Thanks. We hebben de VIP. Leukste. Wow. Ik heb gehoord, even heel snel gekeken, is dat die VIP is als mensen dat weggeven met Prime. Als je nu teruggaat, word je bericht verwijderd. Hold on, ik ga vragen aan Pet. Dat heb ik gehoord net, heel snel. Wat? Sorry? Dat je dat met Prime hebt, Twitch Prime. Oh, die heb jij niet. Nee. Maar Pet heeft die ook niet, en toch heeft hij VIP weg. Dus dat is, hoe moet ik zeggen? Catfish, patch. Met Thomas. Wacht even, ik ben je weer op mijn Facebook aan het promoten. Ze wil zo graag het cadeautje, hè? Nou nee, ik vind het leuk als je hem gaat uitpakken. Ik vind het gewoon leuk als je het gaat uitpakken. Ik zie het nergens staan, maar dat zal wel aan mij liggen hoor, misschien. Ik plaats hem net op Facebook. Nee, ik bedoel, ik zit te kijken hoe dat zit met die Twitch VIP, jongens. Ja. Ja. Ik zit helemaal in mijn hoofdmenu te kijken, maar ik zie er geen VIP staan namelijk. Ik kon dit uitzoeken in 3 minuten. Heb jij er echt 2 jaar voor nodig? Ja, ik wel, ja. Zo, vette knetterpoel hier omhoog. 2 jaar voor nodig. Ja, ik wel. Maar als jij het weet, waarom zeg je het dan niet? Ja, jij vroeg er niet om. Oh, mijn knetterpoel stinkt. Naar ruimte. Ik zit hem in mijn hele Twitch-menu te kijken, even. Evenementen, activiteiten. Ah, hoe zit dat dan? Vertel het eens aan mij. Oh, ga jij... Moet ik dat uitleggen aan jou? Jij bent hier de stream, niet ik. Ja, maar dan ga ik het niet nu oplossen. Dan ga ik het eerst lekker gamen. Ga jij lekker gamen, jongen. Ja, maar ik wacht even, rollen. Onderweken. Ja, daar staat het. Shit, ik heb iemand weggehaald. Oh, wacht even. Shit. Ik heb het gevonden, denk ik. Een nieuwe toevoegen. Komen weer. Ja, en dan kan je VIP pakken. Even kijken. Bij Rolls kan je VIP. Ja, daarom, ik zit gewoon zelf te zoeken. Hè. Ik heb goochel niet nodig. Ik goochel er zelf wel uit. Al duurt het 1 uur. Ik kan jou ook VIP geven. Maar nou vraagt hij, wie moet ik toevoegen? Ah, en dan pak je dat Smash DK también. Ja, dan moet ik eerst allemaal goed zoeken met namen, anders... Lucas. Waarom zegt hij niet vrienden gewoon voor mij? Waarom zegt hij dat niet gewoon?
Ja, inderdaad, I don't know. Ik zet even mijn switch uit, dan kan ik even op twee schermen gaan werken. Oh, Tammy, zitten ze er allemaal in? Ja! Oh, Tammy. En vroeger werkte ik nog gewoon, hè. Moet je je voorstellen dat je in een vergadering zit en dat jij een notulist bent. En ik, Op een gegeven moment, ik verveelde me of zo, ben ik veel, maar het duurde me te lang. En ineens deed ik dat geluidje, hè, zonder dat ik het door had. Iedereen zat me aan te kijken. Iedereen? Ik zat, sorry, ik had het niet eens door dat ik dat deed. Snoedy, dat is toch gewoon gemakkelijk? Ja, ik ben nog bezig, hallo, ik moet even indrukken, sorry. Ik moet alle namen goed spellen. Want ik krijg dus, als ik zeg gewoon Lucas, komt er als eerste uit gewoon Lars. Oh ja. Dus ik moet echt opletten dat ik geen typfoutjes maak. Daarom zeg ik moet even opletten. Gewoon Lucas. Daar hebben we hem staan. Dat is altijd wel handig als... Heb je een afbeelding bij staan? Ik zie twee keer gewoon Lucas staan. Ja, maar dit is hem. Ja. Wauw. Ik heb even tekst getypt, zodat je mijn naam weet. Nou, als het goed is, Lucas. Probeer het eens. Typ jij eens wat? Ja! Ja, ik heb hem. Ik zie het niet. Maar nu wel. Ja, nee, de eerste bericht is hier nooit. Het tweede bericht komt hier er pas bij. Oké, nou, wil je VIP verdienen? Gaan we weer terug naar die tentpad? Hey, Marlijn? Even kijken, blokkeren, Tammy. Wat zei je? Tammy. Zullen we terug naar die tentpad? Want daar heb ik tenminste VIP status. Ja, kom, we gaan terug naar die tentpad. Sorry, hij wil me ook al blokkeren. Oeh. Waar moeten mensen altijd van die moeilijke, rare namen bedenken, jongens? Ik heb geen moeilijke naam. Mijn naam zijn moeilijk dan. Nee, maar Deathmash, Hupplepup, dan moet je opletten, ook nog steeds indruk. Waarom moet ik nou weer als laatst? Zijn jullie gestopt met... Omdat ik jouw naam nog niet gevonden heb, Troela. Nee. Wat de F, jongen? Ik was als eerste je stalker. Ja, maar jij krijgt moderator. Nee. Oh, oké, is goed. Ja, ik heb VIP. Is het echt te kijken, Tammy? Sorry, maar ik weet het niet eens. Dat staat er toch boven? Nee, dat zie ik dus nou niet staan even. Jij moet even wat... Overal hetzelfde. Tammy D85. Ja, maar jij zit niet in mijn chat, daarom zie ik het ook niet. Wel? Jij hebt niks getypt, staat er. In de chat. Boven die diamantje staat Tammy D85. Oh, daar! Ja, zie... Maar weet hoeveel tammies ik eruit... Dat is wel moeilijk, hè? Weet hoeveel tammies ik eruit krijg? Heel veel. Ja. Ja, maar dat is maar één, zoals ik. Nou, als het goed is... Dan wil je er ook geen twee van. Als het goed... Aan deel heb ik er genoeg, eigenlijk. Als het goed is, is het gelukt. Als ik even kijken... Tammy, typisch. En dan is ze weer langzaam met typen. Ja! Hallo. Nou, ik heb er een VIP-status hoor. Jawel, je hebt zo'n diamantje. Nee. Ja. Jawel, nou, gladjak, daar staat het toch. Ik zie zelf ook. Maar ja. Ik zie hem niet. Nou vraag je nog steeds af. Wat zit erin? Wauw! Oh. Nee, het inpakpapier is al leuk genoeg, laat maar zo. Lucas is echt zo spelbreker. Toxie. Haal die inhoud eruit en maak er gewoon een doos. Ik zie hem, ja. Vind je deze leuke, Tammy? Ik vind die leuk. Je gaat hem toch niet uitpakken, hè? Oh? Heeft hij al gedaan. Ja, want ik hoor het gewoon, dat je hem aan het uitpakken bent.
Ik weet niet wat je... ik zag hem al op stream. Lekker. Lucas is zo aan het etteren, want dat is helemaal niet waar. Hij is nog steeds namelijk ingepakt. Hoezo etteren? Ik ben net niet door. Yay, ik heb 20 pips gekregen! Yay! Ja, maar die vind ik niet mooi. Welke vind je niet mooi? Ik wil die rode. Je wil die rode hebben? Ja. Ja, wat zal hierin zitten dan? Is, je kan die pro-controller kan je niet in het rood bestellen. Nee, dat is waar. Maar Tommy. Ja? Sorry voor de stilte, jongens. Ja, jij zoekt de stilte op. Ja, ik moest even heel goed nadenken voor wat ik ging zeggen. Ik hoor de hele tijd tudun in mijn oren. Oh, elke keer als ik net aan het schakelen ben, krijg ik weer cheers. Om mijn lijn. Waarom doe je dat nou? Heb ik het toch heel niet verdiend? Jawel. Merlijn, wat nou als je eerst 20 tabs openzet en die dan meteen allemaal tegelijkertijd dan besturen? Oh, is dat een niet in beeld staan, hè? Dan moet je eerst daarop wachten. Hé, hey, er staat nog een 2 naast mijn naam. Dat is niet eerlijk. Nee, hey, de nummer 1 word je nooit. Dan moet je investeren. Jawel, kijk, no, ik ben nummer 1. Ja, dat is Sam. Ik ben nummer 1. Ben je nummer 1? Ja. Zo, oh, ik heb even mijn... Ik ben gewoon VIP. VIP gewoon prima. Ik denk dat ik me even alles ga veranderen. Oh, hij is nummer 1, 101. Hij is nummer 1 hoor. Ik hoor jullie slecht. Hoor je mij slecht? Ja, ik hoorde iedere keer... Oh, wat is dat een leuk scherm. Oh, cool. Ja. Mooi hè? Oké, jongens, prachtig. Ik ga kappen. Oh, dus dan raad je nooit wat erin zit. Nee, oké, dan blijf ik kijken. Oké. Ik ga er gewoon doorheen kijken. Ik weet dat in het gedacht. Ja, kijk, je kunt er wel doorheen kijken, want er zit een beetje blauw in. En dat ziet mijn scherm als dat je er doorheen kan kijken. Laat zien. Maar dit cadeautje is voor mijn allereerste vriendinnetje. Oeh. En die ga ik binnenkort. Binnenkort ga ik die aan haar geven. Wow. Wow, weer eentje! Tonk, mijn glas wordt steeds voller. Ik kan vanavond naar de kroeg. Ga je mee, Lucas? De 14-jarige mee naar de kroeg. Die is je allereerste. Ja, je kunt cola drinken. Ja, dat is waar. Ja, ik vind het al veel te veel, man, Merlijn. Ik ben er wel blij mee, maar ik vind het veel te veel. Dat verdien ik helemaal niet. Jawel. Jawel. Hey, ik denk dat Petje het veel leuker vindt. Maar... ja, dat kan niet bij Pet. Hij heeft geen systeem daarvoor. Niet? Nee, maar Pet die mag dat niet verdienen vanwege zijn uitkering. Oh. Mag dat niet met je uitkering? Nee. Ik moet offline, jongens. Kapje. Maar deze... Oké, jongens, ik ga weg, hè. Oké, later is blijven... Unbox daar! Unbox daar, nu! Inboxen? Nee. Wat zit er dan in? Er zit wel wat in. Maar wat is dat? Ja, maar deze is al gereserveerd. Dit cadeau. Voor wie? Voor mijn allerbeste gamevriendinnetje. Wow. Wie? Was Tammy dan in ieder geval niet? Nee, ben ik niet. En hoezo is dat Tammy niet? Nou, weet ik niet. Dat weet ik niet, zeg. Dat zeg ik niet over mezelf. Oh, wat erg. Ik had beter mijn Sony headset op kunnen zetten. Hoezo?
Nou ja, dat staat gewoon cooler, kijk. Zet het ding eens op. Verpest je haar even. Mijn haar is niet gedaan, kijk, er zit geen gel in. Nou en? Ik vind het cool zitten. Ik heb namelijk gel besteld, hè. Die grijze van de Ali. Ja! Ja. Nee, daar krijg je dikke harsjes van. Nee. Waarvan? Zit je niet aan. Jawel, dat is wel mooi. Nee, ik vind oortjes mooier bij je staan. Oh, dat er. Oh, ja, nee, die gebruik ik op als ik met Manon ga spelen. Oh! Dat is echt voor de, nee. Voor de PlayStation, zeg maar. Maar is onze vriend nu gewoon weg? Ja, maar nou is hij weg, dat zei hij. Is hij helemaal weg? Ja. Je ook niet meer. Ben erin, hoor. Zit niet meer, ook niet meer in mijn livestream. Nee, ik zie hem niet zo. Oh? Okay. Hij heeft zijn bits gebruikt. Hij heeft zijn VIP-status gekregen en hij is pleiten. Ja, nou, ik kan er ook zo weer uithalen, hè. Ja, dat is waar. Je weet nou hoe het werkt. Hey. Ja, ik heb het niet eens opgegoogeld. Ik heb gewoon even gekeken. Zo, hé. Is dat een andere taak dan moderated? Nou, moderator is daarboven nog. Ik heb 3 VIP's. 1 te veel eigenlijk. De moderator kan een VIP gewoon bannen, dus. Daarom, en ik heb 2 moderators, 3, dus ik weet wel dat je niet altijd iedereen moet vertrouwen als moderator. Ik ga denk ik even mijn status veranderen in just chatting. Doe dat. Wil je dat gewoon even doen? Gewoon even lekker met z'n allen gaan chatten, Tammy. Ga je ook zo weg? Geen reactie. Blijf nog wel even, hoor. Nou, gewoon lekker kletsen. Ja. Maar dan moeten we eigenlijk even overschakelen naar het goede kanaal, hè? Naar de Friends kanaal, hè? Moeten we naar Friends? Kan ik daarheen? Waarschijnlijk niet. Jawel. Jawel. Anders krijg je weer problemen soms. Oh, ja. Wat zijn we snel overgeschakeld? Ja, heel snel. We zijn niet goed in. Ik heb het in de gaten. Ik ga even mijn categorie veranderen in just chatting. Ja, je hebt ook wel dat ik niet alles hoef te herhalen, hoor. Ja, ik moet het nog even hier goed zetten, hè. Wij zijn niet de mens. Nou ja, ik niet. Tammy misschien wel. Nee, ik kan niet de mentor raken. Nee, kan dat niet? Nee, autisten kunnen niet de mentor raken. Dat, ja. Ik ben al autist, dus... Dus dat zit niet worden. In mijn systeem. Heb je toch een voordeel, hè, dat je autist bent? Ja. Ik ga googlen, dit wil ik weten. Want ik kan heel goed googlen, dus dat heb ik zo. Ja, nou ja, als jij zegt dat je het kan, dan gaan we even googlen, hè. Ik heb er nog nooit, eerder van gehoord, in ieder geval. Privé. Wat zei je, Tammy? Ik zeg, waar googelen we op? Want ik moest even wat kwijt, privé. Oh, hij ging even zoeken of je echt, als je autistisch bent, dat je dan niet dement kan raken. Nou, nee. Maar... Dus dat gaat hij even kijken. Ik weet het niet. Ik doe er geen uitspraken over. Nou, Nattie werkt in de zorg en die heeft nog nooit een demente autist gezien. Dus.
Oké, okay, ja, ik weet het niet. Als jullie zeggen, geloof ik het gelijk. Ik ga het ook even googlen. Mensen met autisme halen hun achterstand in als ze ouder worden. Er zijn zelfs aanwijzingen dat autisme hen beschermt tegen het verval van de hersenen. Nee, dat vind ik niet aardig. Wat? Nou, daar staat dus eigenlijk geen duidelijk antwoord. Alleen, zij denken gewoon dat het inderdaad niet kan. Nee, kan niet, hè? Ik ga verder zoeken. Ja, hier. Hersenen van mensen met autisme worden minder snel... NRC. Oh, nooit van gehoord. Piet Knoppen vindt jouw video leuk. Help hem toekomstige berichten te zien door hem uit te nodigen om je pagina leuk te vinden. Ja, leuk. Dan, hoe werkt dit? Dan druk je erop, hè. Facebook is zo grappig, hè. Facebook heeft me al een oor aangenaaid, namelijk. Oh? Want ik drukte dus naar beneden op mijn telefoon en toen zei hij, je pagina wordt nu gepromoot. Dus betaal 15 euro. Maar ik heb wel te goed voor 15 euro. Dus het kost me eigenlijk niks. Dat is ook niet veel. Nee, maar ja, gelukkig zo dan dat andere dingen heb. Ja, dat klopt. Talen is helemaal niet leuk. Ik vind over... Ja, vertel. Ik vind overal wel de kans dat dement worden als autist wel kleiner is, maar dat het nul is, dat is niet zo. Dat is niet zo. Het is gewoon het verouderingsproces is gewoon langzamer, maar dat is het. Oh, Tammy, hoor je dat? Je hoeft nog lang geen botox. Ja, maar je hebt al een botox. Ja. Alleen het verouderingsproces van de hersenen. De rest hoort daar niet bij. Ja, maar die heeft ze toch al niet. Nee, dat is waar. Ik ben heel dom. Ja, dat zeg ik niet. Ben je blond dan? Ja. Ja, dat verbaast me niks dan. Is blond. Ja, blond. Ja. Kan ook. Ja, ik ben blond. Ja, iedereen is blond, hè? Maar ja, nou heb ik nog steeds dat leuke cadeautje natuurlijk. Ik ben niet blond, hoor. Nee, je was blond, maar je hebt het natuurlijk geverfd. Nee, dat zie ik niet. Jongens verven hun haren niet. Ik moet gaan. Ik moet gaan. Wow. Waar ga je heen dan? Ja, hij zegt jongens verven haar niet. Ja, maar jij wel. Ik jij heb maakt het grijs met Aliwax. Ik heb gelijk me uitspoelen. Op wat ik zeg zijn altijd uitzonderingen. Ja? Ja. Dus er is altijd een uitzondering, zeg je dus. Ja, tuurlijk zijn er altijd uitzonderingen. Altijd uitzonderingen. Ja? Dat vind ik wel grappig dat er altijd uitzonderingen zijn. Ja, dat klopt. Dat is toch ook zo? Ja, maar ja, wat voor uitzonderingen zie je dan? Ja. Ja, toen was hij heel stil. Ja, nou, ik kan zoveel uitzonderingen opnoemen. Ja, in jouw ogen is alles een uitzondering. Hoezo? Ja, zo, dat zeg jij gewoon. Het maakt niet uit, maar als iemand anders is, dan zeg je, ja, er zijn altijd uitzonderingen. Je pleit jij je antwoord al vrij gewoon. Ja, een beetje, maar... Heerlijk, dit gesprek, ik luister gewoon even. Ja, maar het is toch zo, Tammy? Dat snap ik. Ik ga niet vertellen, maar ik weet dat altijd ergens in de wereld elke seconde een wekker gaat. Ja,
weg, of niet? Nee hoor. Oh. Nee, net wel. Van mij wel? Ja, ik leg het laatste stukje even niet mee. Nee, ik ook niet. Ja, ik zei, bij elke seconde van de wereld gaat er wel een wekker af. Kijk, ik zie het, hè. Dat is gewoon zo. Ja, dat lijkt me niet. Want wekkers gaan alleen af op hele minuten. Dus helaas, nu jij weer. Ja, maar niet iedereen heeft zijn tijd altijd gelijk staan. Ja, dat lijkt me niet. Nou, de meeste mensen, die zetten ze gewoon wekkers gaan alleen op af de op tijd hele minuten van de satellieten. Dus... Oh god. En gaan die weer. Tijden zijn wel hetzelfde. Help me. Help me. Ik wil terug. Oh, serieus. Ik ben aan het WhatsAppen. Ik zit op Facebook. Hoe zei je dat? Ik ben met jullie aan het... Ja, ze is aan het WhatsAppen. Wij doen WhatsAppen, maar zij doen WhatsAppen. Want ja... Ik ben aan het WhatsAppen. Altijd die uitzondering weer, hè? Ja. Ja, ik ben aan het WhatsAppen. Hey, WhatsApp! Ja, WhatsApp! 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 Ik heb zo zin om even lekker muziekje af te spelen, maar ik doe het jullie gewoon niet aan. Welk? Hey, na na na! Ik wist dat je dat ging doen! Na na na! Ja, maar ik heb het zomers een nummertje. Ik vind het zo lekker nummertje gewoon. Oh jongens, ik heb last van mijn darmen, niet te kort. Ik hoor net dat ik de muziek moet instarten. Ja, je moet de muziek even instarten. Jezus, wees blij dat er geen ruiktelefoon is, hè? Nou, ik heb de muziek voor je ingestart. Zeg na na na, kan ik daarop knetteren. Ta-da-da-da, pa-pa-pa. Nou, daar zijn we lekker klaar mee. Ja, die lacht overal. Hey, ze zet hem even in. Ja, hij is het gaan. Ik hoor niks. Ja, je hoort hem alleen op de stream natuurlijk. Oh, even kijken. Geluid. Ja, maar dan ja, ik heb de muziek voor je ingestart. Ik hoor het nou. Ik hoor nou mezelf. Ja, dat duurt even. En dan kan ik erop knetteren, zo. Gaat niet goed met hoor, jongens. Echt niet. Jawel. Hey, er komt hij aan, hè, zo. Ah, nee. Dit gaat echt niet. Jawel. Nee, jongens. Dit is erg. Weten we zeker dat zij helemaal 100 is? Volgens mij niet, hoor. Nee, ik denk het ook niet. Ja, nee, ik denk dat ik conclusie kan trekken dat het niet zo is. Dit gaat niet goed, hoor. Oh, sorry. Echt fout boel. Ja. Kijk, toch niemand naar die stream, of wel? Jawel. Ik kijk nog, maar wie nog meer dan? Wat? Je hebt 4 kijkers! Ja, daarom! En jij zegt me steeds, nee, daar kijkt niemand mee, hoor. En mijn scheiden, en mijn boeren, nee, daar kijkt niemand mee, hoor. Ik dacht dat er niemand meekijkt, of iemand kijkt terug, en dan... Nee, niemand kijkt mee, hoor, jongens. We nee. Laten het... Als jullie het boeren en scheten horen... Afijn, dan moet je bij Tammy zijn. Nee, dat was ik niet hoor. Oh hier, zelfs Siri gaat af. Als jullie boeren is scheet horen, moet je bij Tammy zijn. En mijn Siri zegt, dat begrijp ik niet. Hier, 5 kijkers. Ik ga gewoon door. Is Siri dan ook een dom ballonje dan of zo, Peter? Of, nee, ze is Tammy. De kijkers lopen op, joh. Ja, maar Tammy is ook een dom ballonje, hè? Dus... Ja, die verft haar rood. Sneeuwwitje. Ja. Ja, ik probeer intelligentie te krijgen, maar... Zelfs dat lukt nog niet meer. Nee, dat lukt jou wel. Nee, ik ben niet intelligent. Niet?
Nee. Jawel toch? Zal het ook nooit worden. Jawel. Iedereen wordt intelligent op een keertje. Jij, mijn kist. Ja, dat is ook intelligent. Als ik erin ga. Dat is pas een intelligente actie. De intelligentie komt op twee manieren. Wat zei Lucas? Dat intelligentie op twee manieren komt. Ja, op welke twee manieren dan? Nou ja, gewoon dat je het zelf leert van iemand of zo, of gewoon uit ervaring, slash, hoe ga je dat echt goed verwoorden? Ja, maar hoe zit het dan bij autistische mensen? Gewoon hetzelfde. Ik hoop het. Ik hoop dat het zo is. Ik denk voor Tammy niet. Ja, al Tammy slim genoeg. Mijn enige hoop was die VIP-status bij jou. Nou, die heb je gekregen. Alleen die ene... Nou, die rode controle kan ik ook houden. Nee! Ja. Die kan je wel naar mij opsturen. Ik heb die al twee keer op mijn Facebook gedeeld. Wacht, hoezo moet ik hem naar jou toesturen, Lucas? Ik zeg alleen, dan kan je hem wel naar mij toesturen. Ik kan hem net zo goed komen brengen. Nou ja, dat vind ik ook goed. Nee, maak maar een blauwe voor hem. Ik wil die rode. Ik doe er zo mijn best voor. Ik heb je nou al twee keer gedeeld. Echt? Ja. Maar Peter, ja? Je kent... Heb je al op Facebook gekeken, of niet? Ja, sorry Lucas, je komt er niet tussen hoor. Nee, dat merk ik, nee, ja. Nee, inderdaad. Heb je nou al op Facebook gekeken, of niet? Nee, dat ga ik nu doen, Tammy Lahami. Ja. Tot drie. Ja, ik doe mijn best. Facebook. Ik moet winnen. En likken die handel. Ik moet mijn eigen gelijk gelijken. Ja, natuurlijk. Leuke, grapse, knapse streamer op Twitch. En een leuk feitje. En een leuk feitje. Mijn kun je ook horen. Heb je geklikt? Ja, wacht even. Ja, een leuk feitje. Mijn kun je ook horen. Nou, dat vond ik wel even grappig. Ja, inderdaad. Ik vind het grappig. Ja, hoor. Alleen maar schijt. Ja. Je vraagt erom, dan krijg je ook antwoord ook. Je hebt nergens schijt aan. Je laat het gewoon vloeiend eruit vliegen. Ja. Ach. Die valse lucht, voor die valse licht. Ik heb trouwens de Nuon al gebeld, hè? Wat zeg je? Ik heb de Nuon al gebeld, die zijn op weg naar jou toe. Deel van, nou wordt gevaarlijk. Ja, ik kan nergens tussen komen, dus zeg nee. Nee, ik zeg bedoel, Tammy is heel stil. Ik heb al gereageerd. Nee, maar ik heb de dinges, de Nuon gaat naar jouw huis toe komen. Ja, is goed. Ik heb gezegd dat ik een gasbel ontdekt heb. Ja, die gasbel. Ja. Zou Groningen blij mee zijn, denk ik. Ja, ik denk het ook wel, ja. Ik heb daar vrienden zitten bij de Nuon. Nou, jij weer. Oh, jee. Wat voor vrienden zijn dat? Gasfitters. Hele foute vrienden. Ja. Dus die kennen dat dan ook. Dat daarna bevalt me niks. Ja, maar zij lacht altijd heel gemeen, hè? Ja, precies. En dan lacht ze niet door. Genieten. Maar ja. Ik heb lekker... Ik heb al gereageerd. Oh ja, ik heb unicorn paper. Paper, unicorn. Tammy wil weten wat erin zit. Maar weet je wat erin zit? Ik wel. Nou, waarom kijk je? Oh ja, hier ben je. Natuurlijk wel naar die... Oh, daar. Ja, die wil ik. Ik wil! Ik wil die!
Ach, die valse lucht voor die valse nicht merk je niks van. Oh, dan gaat hij ook wat onaardigs zeggen, hoor. Dat zou wel terecht zijn. Ja, dat ga ik ook doen. Mij mag het. Op mijn Facebook mag je alles zeggen. Extra hard die knop aantikken. Dat komt wat lelijk, jongen. Dan zegt hij ook helemaal niks. Nee, hij is wel heel druk aan het typen. Ja, ik moest even opletten of ik goed... Ik zie die smurk op zijn face, jongen. Oh, jongens. Hij heeft zo'n vies smiletje om zijn gezicht als hij aan het typen is. Ik vind het leuk, je krijgt een duimpje omhoog. Ga jij je make-up maar bijwerken, lampt uit met dat gelach van je. Ja, dat draag ik niet. Ja, nou, dat is ook wel te zien. Oh. Valse snits. Dat is wel heel gemeen, hè? Nou ja. Nee, wat ik zei, valse snits. Nou, we worden jullie stil. Ik word er angstig van. Ja, ik ga terugtypen. Moet je daar zo stil voor zijn? Blijkbaar wel. Want er komt geen reactie. Ze lacht nu al. Oh, jongens. Gewoon al stuk liggen terwijl je typt, kan je echt niet maken. Nee, dat kan echt niet. Sorry, er staat al een reactie. Wat er staat, dat kan echt niet. Mensen, laat het van je horen. Waarom kan dat niet? Dit is echt gewoon live interactie. Maar laat gewoon van je horen, mensen, als je meekijkt. Lekker gezellig. Ja. Zeven kijkers en jullie zeggen niks. Ik wil even oplezen. Ik heb 7 kijkers en jullie zeggen niks. Vertel eens wat leuks. Wat hebben jullie vandaag gedaan op die mooie donderdag? Gescheid op jou. Oh, daar gaat ze weer. Wat heb ik vandaag gedaan? Ik heb alleen kranten rondgebracht. Voor de rest ja, helemaal ik heb niks. Een, oh ja, in dat makkelijke wijkje breng je die kranten rond. Op mijn Facebook. Van ja. Glammersloerie. Leukste, grappigste, knapste streamer op Twitch. En leuk feitje, mij kun je ook horen. En dan gaat hij zelf reageren. Ja hoor, alleen maar feiten. Ja toch, het is toch zo? Hij reageert, ach die valse lucht voor die valse nicht. Merk je niks van. Nee. En inderdaad, je merkt ook niks van. Ja, je make-up maar bijwerken. Loopt uit met dat van je. Ja, met dat gehannes. Maar, Tommy. Ik heb gereageerd hoor, heb je het al gezien? Ja, ik heb het gezien. Ik lach me dood. Nou, zeg. Maar Tommy, ik heb nog steeds dat cadeautje waar je zegt. Ik wil het mooie cadeautje. Ja, je wilt het cadeautje steeds hebben. Ja, moet ik je nog een keer gaan... Nee, maar je weet niet eens wat erin zit. Nee. Ze mag het van mij maar een cadeautje wel hebben, maar niet uitpakken op Steam. Dat vind je leuk. Niet? Nee. Waarom mag het niet uitgepakt worden op Steam dan? Nou, want dan weet ze wat erin zit. Ah, ja. Maar deze is dus voor iemand waar ik altijd mee kan lachen. Ik hoor het nou alweer. Het begint alweer. Dit is voor Tammy. Deze is voor Tammy. Moet ik hem bij je ophalen? Nee, ik kom wel een keer brengen. Ik kom wel een keer brengen als ik in de buurt ben. Bij mij brengen was makkelijker geweest. Ja, jij kan hem ook op al komen halen. Dat klopt. Oh, dan gaan we wat bakken voor hem. Oh god, spacecake. Nee! Voor mij mag je wel iets heel lekkers bakken hoor, doe maar. Jij wou toch dat sinaasappelbrood? Oh ja, wat was het ook weer? Ja! Was ik dat? Nee, was mij niet. Dat was nee, dat was ik. Toch? Even kijken, hadden we daar nog... Ik had het met, volgens mij, ik weet niet wie het was, maar volgens mij was Kelly, had ik het over een hele lekkere appeltaart. Nou, of met... Nee, ik heb dat geen foto. Een heerlijke appeltaart. Wat is het ook niet met Tammy soms? Volgens mij was dat sinaasappelbrood, hè?
We hadden toen kaneelbroodjes, sinaasappelbrood en wat had je nog meer gemaakt? Je hebt anders altijd nog een hongerige broer. Oh ja, boterkoek. Jij wou die sinaasappelbrood. Ja, die boterkoek was ook zacht. Ook lekker uit natuurlijk. Ja, maar je had die sinaasappelbrood nog geprobeerd. Daar wou je het recept zeker van hebben. Ja, dat was wel leuk geweest natuurlijk. Heb jij dat recept nog? Recept nog heb. Ik niet. Ja, die heb nog wel. Ik heb wel op je server geschieten. Oh, oké. Oké. Waarom gaat nou, iets als doen? Jij weet wanneer je langskomt, maken wij sinaasappel. Tenminste, maakt Nat, die maakt sinaasappelbrood. Ik weet niet hoe dat moet. Ik ook niet. Doen we dat voor je. Dat is gezellig. Lekker. Gaan we dat lekker bij de koffie opeten? Lekker opbezelen. Gezellig. Lekker opbezelen. Oh, dit klinkt heel fout nu over de stream. Ik heb foto's van mijn poes gemaakt. Nee, dat kun je niet zeggen. Dat kun je gewoon niet zeggen. Ik heb het al gedaan. Dat zeg ik net en je herhaalt het weer. Oh, wat moet ik hiermee? Het is nou dubbel. Het kan toch niet? Ze ligt dubbel. Ze heeft... Oh, sorry. Maar het zijn wel hele mooie foto's. Heb je spacecake op? Nee. Oh. En ik zie mijn poes dan... Wat? We beginnen weer over die poes. Nou, ik ga even drinken pakken. Ik ga even de poes uitlaten. Leuk, man. Nee, maar ik zag mijn poes. Nee, ze heet kat. Ik zag mijn harige huisdier poes. Ja! Ja, wat is het nou weer? Jezus, ik begin opnieuw. Ik zag mijn poes. Daar was het verhaal over. Luister mensen, Tammy gaat het over haar poes hebben. Ja, leuk, over man. De poes met vier poten en een staart. Net een lapjeskat, die poes. Nee. Nou, ga je gang, Tammy. Ze gaat over de poes. Tammy's lachmoment is begonnen. Ze gaat het weer over de poes hebben. Ik denk dat we niet meer hier onderuit komen met nee. Dat ze stopt met lachen weet. Mensen, als jullie willen horen hoe het verhaal... Kat te krijgen. Wacht even, Tammy. Als jullie willen weten hoe de poes het verhaal van Tammy willen horen, dan moeten jullie één zeggen. Zeggen jullie niks, dan gaan we naar de poesverhaal luisteren. Ik geef 1 minuut. Gelijk heel stil. Geen poes meer aan de lucht. Nee, en dan zelf wat? Reageren. Tammy is ook van een spreekwoord, hè? Ja, als de poes... Lieve... Door het lachen versta ik er al helemaal niks meer van. Oh, sorry. Tammy zegt ook altijd, liever één vinger in mijn poes dan een poes op mijn vinger. Ik kan niet meer. Maar goed. Nee. Nou, Tammy zegt één. Kat? Dus... Ik weet niet meer wat ik wou vertellen over die poes. Je wou het over je poes hebben, zeg jij de hele tijd. Ja, maar ik weet het niet meer. Oh, jongens. Die doet het niet wat meer. Wat nou over die poes zeggen? 1, 2, 3. Poes je mouw, kom eens gauw. Wat? Ik ben het verhaal kwijt. Tammy weet het verhaal over haar poes niet meer. Nee. Gewoon ernstig. Oh, dat poesie. Du. Je mouw. Wat wou ik nou zeggen? Ja, wat wou je zeggen? Ik weet het niet meer. Nou, leuk verhaal. Lekker kort. Lekker klapstuk. Oh jongens, ik zie wat jongens. Ik moet hier even op reageren.
Wat hij wil van. Oh, ik wil ook wild worden. Doe maar niet. Maar. Ik word hier gewoon helemaal gek van, jongens. Wat? Ik moet het even kijken op mijn telefoon. Ik ben even afgeleid door wat ik zie. Oh, waar zie je wat? Op mijn Twitter. Op je Twitter? Oh. Willen wij dit weten? Dat weet ik niet. Ik doe wel even mijn oordopje in, als het mijn oordopjes zijn tenminste. Oh, blijf lang stil. Het is toch niet, denk ik. Even kijken. Ja, jullie zijn gelijk stil, dat hoeft ook weer niet. Ja. Oh, ja, nou, je laat ons helemaal in spanning. Er gebeurt wat op je Twitter en je gaat kijken en... Ik heb het even privé naar jou gestuurd, Tammy. En niet naar mij. Nee. Niet dat jij daarvoor hoeft aan het. Ik ben misschien minderjarig, maar... Nee. Dat zeg ik niet. Ik ben gewoon afgeleid. Tam is ook stil. Dat blijkt. Tammy? Ja? Nou. Heeft nog niet gekeken? Misschien wil Tammy het mij wel sturen. En? Ik heb daar niks mee. Ja, moet je even... je paypas voor gebruiken, hè? Ja, maar dan moet je even kijken, hè. We gaan lachen. Weet je nog te kijken? Ik mag niet meedoen. Oh, jawel, ja. Te kijken. Jij mag ook meedoen, hoor. Maar, het zit te herkauwen als een... Kijk, ik moet wel even lachen hierom. Ik ben gewoon helemaal afgeleid. Ja, dat heb ik al vaker. Daar kan ik niks aan doen. Dan krijg ik eerst reclame. Dan moet ik weer een halve minuut wachten. Oh, dan moet je weer wachten. Nou, dan heb ik bij elke stream die ik opstart meteen reclame van een halve minuut in mijn hoofd. Ook bij mij. Ja, altijd. Ook vooral. Ik dacht bij mij een half uur. Ja, en soms ga ik dan even switchen naar Discord om wat berichten te sturen. Kom ik terug, weer een half minuut reclame. Ja, ben je zover? Ik weet het niet. Ja, ik ga het nu doen. Ik kan niet meer wachten. Sorry, ik moet het nu doen. Wat moet je nu doen? Ja, ik weet niet of het werkt. Ja, kijk. Dat vind ik leuk altijd om te doen. Ik vind het wel leuk. Hij is vervolgd. Hoor, nou komt het. Ik moet boeren, jongens. Mijn cola is op. Hij waarschijnlijk ook. Gewoon Lucas is er volgen geworden. Dankjewel, Lucas. Oh. Het is weer lekker gezellig. Ouderwets gezellig. Wat nou als ik rievallen? Ja, niks aan de hand. Dat doe ik ook altijd. Wat doe je? Ik doe dat altijd, hè? Ik vind het leuk, omdat mensen dan die in je stream zien mensen in één keer staan van dat je ze volgt. En dan worden mensen helemaal wild. Ik kan het wel even laten zien hoe ik dat altijd doe. Dan kunnen jullie gewoon op mijn stream meekijken. Moet ik weer helemaal zweten. Nou.
Ja, ik blijf maar gewoon op mijn Twitch, dan. Dan kun je lachen. Ik heb hem gewoon op mijn telefoon gedaan. Alleen, ik heb één nadeel. Ik hoor hun dus niet. Dus ik moet het nu. Ik kan de reactie niet horen. Oh, dat kan ik wel doen. Dan moet ik even mijn eigen Twitch openen zetten. Dan hoor ik het alleen wat later dan jullie, denk ik, voordat ik weer reageer. Maar dit gaat irritant worden, want dan hoor ik je dubbel. Ook nog, ja. Nee, wacht. Ik doe het via mijn oordopje dan mijn eigen Twitch op de telefoon. Ik doe het op die manier, ja? Ik lig soms 's avonds uur in bed en dan ga ik dat doen. Dit is niet... Eerst mijn eigen luisteren. Ik krijg geen reclame. Ik krijg altijd een reclame. Ik krijg geen reclame, alleen ik moet nu leven met een echo in mijn oor, maar dat heb ik wel voor ogen. Als ik je open zet, hoor je misschien binnen. Even kijken, jullie kijken met mij mee, hè? Kijk, ja. Je ziet ja. Nu twee keer mijn. Tadaa! Katootjes! Nee! Kijk! Dit is gewoon te grappig. Ik zie mijn overal versie van mij komen. Verschrikkelijk. Wacht, hè. Oké. Nou zie ik het pas. Ja, ik ook. Maar dit is heel grappig, dit. Oh, er kwam kom bij. Ja, even kijken. Hoe doe ik dat altijd? Ah, er kwam de controller weer voorbij. Ah! Kijk, wat ik dus wat ik altijd doe, is dit. Ik ga dus altijd even naar games kijken van Nederlanders. En dat vind ik dan helemaal kicken. Oh, geen reclame, dat mag niet. Dus even zo, even switchen. Ik moet er oppassen natuurlijk wat ik doe. Even kijken. Hier heb ik er een. Op een nieuwe plek komen, want hier zitten alleen maar schapen en mops. En I don't like these sheep. I don't like. I fucking like them, this should okay. Die. Jullie horen wat je zegt, hè? Klopt dat? Gaan in de eerste 5 minuten van de game. Oh, misschien vinden we een village. Ja, maar jullie zitten gewoon bij mij in de channel. Of ik Porto. En af en toe dan verveel ik me eigen s'nachts. Als er 4 zijn, dan ben ik al boots. En dan ga ik dus eigenlijk gewoon mensen volgen. Yes, nice cows, hello. Nee, niet lopen. Even kijken, kijk. Dan ga ik dus zeggen, ik ga volgen. En dan komt mijn naam zo mooi in beeld. Vind ik altijd leuk. Hoe mensen reageren. Als je zo snel klikt. Kijk, ik ben nooit goede PvP'er geweest in Minecraft. Maar dus, als ik snel klik. Je moet al wachten totdat de ding gaat rechargen. Alleen, hier gebeurt niks. Oh ja. Ik stond voor uw deur 2 weken geleden, oké. Dat is hard. Heb ik opgehaald? Heb ik open gedaan? Fix de server, yo, mensen joinen later, nu moet ik alles 9000 keer uitleggen. Server komt eraan. Waar komen die rare sounds? Nou, blijkbaar heb hij geen viewer report aan staan, dus hij ziet niet dat ik meekijk. Zag hij leuke sounds, man. Sun's getting real low. Wat zijn jullie stil? Ik drop hier hol zo op bed, hoor. Fuck aan met die nacht. Wat denken ze dat ik slaap? Ja, ik ben aan het kijken of hij naam roept. Nee, dat doet hij niet. Wat een loser, kun je geen andere kiezen? Ja, ik ga wel even wat anders zoeken. Chillen. I understand. Kan ik al slapen? Even kijken, we doen deze even. Ik vind het wel lekker af en toe. Ik vind het wel lekker af en toe. Ja, ik vind het ook leuk om soms mee te kijken met mensen. Ik geef altijd mensen respons om te volgen. Ik ga games onder ogen krijgen. Things change, huh? Follow the leader. Kijk, kom ik. Let op! Glamour Slurry, dankjewel voor de follow. Volgens mij heeft mijn Remnant en die van een maat van mij kapot. Hoezo dan, corrected? Ik vind het wel lekker. Nou, de mensen reageren altijd heel enthousiast. I'm trying to be positive. But it's so hard. Dat is jammer. I know. I do. Ja, Glamour Slurry, follow. Now as for your wound. Glimmersloerie, dankjewel voor de follow. Ja, meesten die worden echt helemaal gek van staat het er echt? Ja, maar serieus, als ik naar hem kijk, hè,
Hij heeft zo'n ding voor ze, Giegel. Daar word je eng van. Oh, echt? Ja, ik zoek ondertussen ook wat anders op. Dat heb jij niet. Ja, die heb ik wel. Maar die staat uit beeld. Ja, maar dat staat toch veel fijner? Wat moet je nou met zo'n ding voor je giegel? Het staat net alsof je... Kijk, deze zit gewoon in de... Ja, ik ga dat niet roepen op je stream, want dan kijken mensen mee, maar... Ja, laat. Let op, dan gaan we weer. Is het Nederlands? Ik typ het wel even. Ja, dat staat toch veel fijner? Zo, wat voor karken? Ja, sommige mensen hebben dus geen respawns aanstaan, dat is wel jammer. Wat hebben twee montanen gedaan? Ik was ook echt gewoon squad 76, ja, met 5 euro. Vorige keer lukte het heel makkelijk, toen zocht ik zo Nederlanders op. Zijn eerste de aparte liter. Een zakknoet. Ik zie niks te meten. Ik wou het ook zo zeggen. U inschrijven bij inschrijven customs. Nou, dan... dat wou ik dus even niet op je stream zeggen. Even kijken hoor, dan ga ik het even lezen. Lucas is ook in één keer stil. Ja, dit is een team confession, je had moeten vijven. Wat zei je, Lucas? Nou, is toch zo? Anders hoor ik mijn eigen stem dubbel, dan word ik niet zo hashtag blij. Oh, oké. Okay. Nou, niemand reageert. Ja, het klopt wel wat je zegt, Tammy. Ja, toch? Dat staat toch hoor ik niet? Dat hier ergens, boys, of ben ik de enigste? Jij, die hoort mij, let op. Ta-ta-ta-ta-ta! Heb jij nog een EA? Hoor je mij nu al? Yo, Glamour, thanks, bro. Nee, ik heb nog geen EA. Thanks voor die follow, Glamour. Welkom, man. Ja, ik denk... uit de game gekickt? Stel u voor. Of wacht, Keanu, jij bent uit de game gekickt? Het is niet meer zo leuk als vroeger. Koop je Elgato niet dan? Oké, bro, dan gooi ik hem wel op het internet, Mr. Frit. Dan gooi ik hem wel op het internet. No stress. Daar zijn hebben jullie nog wat leuks te vertellen? Vriendelijk tegen mij. Ik heb de... Okay. Thanks for the follow, zei hij. Ja, meestal is het... Klemmen, sloerie. U begint heel hard te lachen, natuurlijk. Ik moet altijd lachen, dus altijd s'avonds uit mijn bed lig ik gewoon even mensen te volgen. En dan kijk ze om me heen en dan denk ik, voel me zo eenzaam met het cadeautje. Nou! Ik woon niet ver weg. Jij woont niet ver weg. Ik heb er heb ik nog iets anders in de aanbieding? Ik zie hem nu van in beeld. Jezus! Ja. Wat een vertraging, hè? Ah! Oh, wat doe je met het wel 5 tot 10 seconden, maar ja, als je lang wacht, dan wordt die cooldown steeds langer. Oh. Hebben jullie al gezien hoe laat het is? Ja, ik hoorde Lucas alleen niet zo goed. Hij zat een heel verhaal te vertellen als je wacht, als je wacht, als je wacht. Ja, hebben jullie dit al gezien? Hebben jullie dit al gezien? Wat dan? Ja, het duurt even een... Waar duurt het altijd zo lang bij jou? Dat kan ik niet doen, dat ligt aan jullie verbinding. Dat ligt niet aan onze verbinding, dat heb jij zo ingesteld. Ja, anders gaan ze snijpen streamen, of killsnijpen, of hoe Marlijn het vorige keer ook zei. Teamkillen. Oh. Streamsnijpen. Ja, dat is... Wat, dat we jou niet meer in beeld zien, bedoel je? Heb je dit al gezien? Zie me niet meer. Nee, je hoofd is weg uit de stream. Ja, dag. Ja? Zet je kop er eens voor. Ik zit gewoon in beeld. Ik zie mijn eigen gewoon. Oh, ja. Ik zie je weer. Tommy heeft gewoon, ja, iets niet helemaal goed. Maar dan hebben jullie het niet gezien natuurlijk. Nee. Ja, daarom zit ik ook uit beeld. Het zit op mijn arm. Oh. Zeg dat dan. Ja, ik zeg, hebben jullie dit gezien? Prachtig. Ja, dit.
Lekker breed begrip. Ja, ik ben ook breed. Ga je uit beeld zitten en doe je arm... Ik denk dat jij een bril nodig hebt, man. Ja, dat heb ik bijna elke week. Nou, ik heb klem gezeten maandag op mijn werk. Het is nu een stuk minder, hoor. Maar het was echt helemaal bloeduitstorting. Ik zat echt goed vast. Waar heb je klem gezeten dan? Ik ga weg. Ik hoor dat deze stream niet meer op de goede leeftijdscategorie staat. Ik vraag alleen waar je klem gezeten hebt. Nee, dat je een standaard... Je hoort echt zo, waar heb je klem gezeten? Waar heb je klem gezeten dan? Ik zat klem tussen een bakje. Oh, een bakje. Een bakje bij de frietkot. Aha. En dan zat ik op mijn zetel. Zetel, hebben nog wel. Hebben ze u met mayonaise losgeprikt dan? Nee, het is mayonaise. Maar is het mayonaise? Mayonaise. Oh. Geen frietsaus. Nee, geen frietsaus, hè. Nou, één ding. Dat is niet racistisch naar onze Belgische zuidenburen. Maar Tammy. Ja? Hoe herken jij een Belg op het naakstrand? Wat moet ik hier nou mee? Weet je dat? Ik ook niet. Ik wil dit niet weten. Maar het is Tammy, die weet dat sowieso niet. Ja, daarom vraag ik het ook. Tammy, hoe herken je een Belg... Ik wil geen antwoord geven. Hoe herken je een Belg op het naakstrand? Welke Belg? Het maakt niet uit, gewoon... Hoe herken je een Belg op het naakstrand? Nou, ik weet het niet, verras me. Aan zijn puntzak. Dat heet ze Piet, ja. Piet? Ja. Nou ja, sorry, ik ga zo nog even... Pietje en muisje. Ik ga zo nog even met mijn muisje spelen. Nee. En dan vreet Pietje het muisje op. En dan hoor je zo... Oleef, hoe? Oh. Gaat niet goed. Nee. Je moet daar ook niet mee beginnen bij mij. Ja, sorry. De stream wel.